Geachte aanwezigen, welkom op de raadscommissievergadering van 3 april. We hebben voorafgaand aan deze commissie een persconferentie gehad, waarin de CDA-fractie heeft aangekondigd de beoogde nieuwe wethouder, of die is daar bekendgemaakt. En daarmee willen we meneer Jan Uitslag, onze voormalige CDA-fractievoorzitter, succes wensen met de komende benoeming. Die zal plaatsvinden op 18 april. Dinsdag is dat, om 19:30. Vanwege de Pasen is die dinsdag gekozen als vergaderavond. En daarmee zal de formele benoeming plaatsvinden. Afwezigen heb ik te melden meneer Raamaker van Gemeentebelangen, meneer Rooijakkers van D66... En meneer Rooijakkers wordt vervangen door meneer De Graaf, van harte welkom. Meneer Kouwen, CDA, is afwezig. Meneer Veldhuis, VVD, is afwezig en wordt vervangen door meneer Warmelink, commissielid. Eerste keer voor u dat u aanschuift in deze ronde. Ook voor u succes. En meneer Uitslag heeft aangegeven niet deel te nemen aan de vergadering. Hij is wel aanwezig, dus hij kan nu zien hoe het gaat vanaf die kant. En daarmee heb ik de opening gehad. Ik wil de mensen thuis ook welkom heten, de aanwezigen op de tribune, perstribune. We gaan naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Er is één aanmelding ontvangen, meneer Corden, van harte welkom. Meneer Corden, u mag achter het spreekgestoelte plaatsnemen. U spreekt in namens LTO Vechtdal en dat gaat over het agenda punt beleidsnota duurzaamheid 2017-2025. U kunt uw lampje aanzetten en ik geef u het woord. Maximaal 5 minuten. U heeft instructies, denk ik, van onze griffier ontvangen. Ik zal bij 4 minuten eventueel een signaaltje geven, zodat u weet dat u kunt afronden. Prima. Dank u. Wij als LTO Vechtdal hebben toch wat kanttekeningen bij het duurzaamheidsverhaal, zoals de gemeente dit opgesteld heeft in nota. Wij vinden dat duurzame energie, en dat vooral grootschalig opgewekt, dat wordt te veel geplaatst in de grensregio's van de gemeente. Het zijn vaak ook wat de dun bevolkte gebieden. Er is van de ene kant wat voor te zeggen, maar het moet niet zo zijn dat daar alles neergezet wordt wat de meerderheid niet wenselijk vindt. Wij zouden graag zien dat het wat meer verdeeld wordt over de hele gemeente. Zonneparken. Dat speelt op dit moment ook. Is dat wel zo duurzaam om zo enorm veel hectares onder de zonnepanelen te zetten, en als je dan ziet wat voor kilowatts ze opleveren, dan is het toch veel interessanter volgens mij om er een extra windmolen voor neer te zetten. Dan heb je net zoveel rendement en ben je al die hectares niet kwijt. De mini-turbines. In de nota wordt geschreven over 1 turbine per bedrijf. Wij denken dat je dat los moet laten. Je moet er meer van kunnen maken, dan wordt het hoogwaarschijnlijk wat rendabeler. 1 is niet erg rendabel om op dit moment te gaan doen. Omwonenden laten profiteren van grootschalige windenergie, en dan vooral zal dat gaan op financieel vlak. Dan rijst bij ons toch de vraag of de mensen ook het risico lopen. Of dat ze alleen willen profiteren daarvan. En dan kun je zeggen van ja, ze hebben er ook last van. En tot op zekere hoogte ben ik het daar wel mee eens. Maar we hebben er toch wat onze bedenking over. Om dat te gaan doen. En dan nog asbest. Dat wordt heel klein beetje aangestipt. Daar wouden we dit nog van zeggen. Eigenlijk wordt nu, als je asbest verwijdert, word je gestraft in de gemeente Dalfsen. Want meteen je WOZ gaat naar boven. Met als argument, je bedrijf is meer waard. Dat is toch eigenlijk een bezopen toestand. Je zou eigenlijk om moeten draaien dat degene die nog asbest hebben liggen en daar gebeurt eigenlijk niks. Daar zou je de WOZ van naar boven moeten brengen. En degene die goed gedrag toont, zou je de WOZ naar beneden moeten brengen. Zo kun je wat gaan spelen met instrumenten. En dan is het niet gezegd dat het met de WOZ moet gebeuren. Er zijn hoogwaarschijnlijk ook nog wel andere mogelijkheden. Maar kijk daar eens naar. Dit was het, dank je. Heel erg fijn dat u binnen de tijd bent gebleven. Ik wil de raadscommissie uitnodigen vragen te stellen
aan meneer Korren. Zijn er vragen? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, ik heb niet zozeer een vraag, want uw betoog is duidelijk. Hele helder. Hier zit ik. Hoi. Ja, nog even wennen. Uw betoog is duidelijk. Alleen uw eerste punt gaat over niet alleen langs de randen van de gemeente zonne-energieplaatsen. Volgens mijn informatie is dat ook niet zo. Er staat in een stuk staat wat onjuiste informatie. Want er is ooit een amendement heeft erop, is hier aangenomen in de raad. Waardoor het alleen in het gebied direct om de vecht niet mogelijk is, maar voor de rest overal. Nou, dat heb ik dan niet gelezen in het stuk. Nee, klopt. Stond er niet goed in. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Nog meer vragen van linkerzijde. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel. U heeft het over de mini-turbines, waarvan één te weinig is. Heeft u enig idee hoeveel turbines dan wel rendabel zou kunnen zijn? Dan moet je gaan denken richting de 4 per bedrijf. Dank u wel, meneer Schuurman. Nog meer vragen voor meneer Korren? Geen vragen. Dank u wel voor uw heldere betoog. En we zullen straks bij de behandeling zien hoe we hiermee omgaan. En wil ik overgaan naar vaststelling van de agenda. En ik stel voor de agenda zo te houden. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het gaat in dit geval niet om de agenda van vanavond. Dus het is misschien discutabel of ik hem nu aan de orde mag stellen, maar het gaat om de agenda van volgende week. Maar als we daar nog invloed op willen uitoefenen, moeten we het nu doen. En het gaat over het laten vervallen van twee onderwerpen. En het is ons niet duidelijk wat nou de reden is waarom dat die onderwerpen van de agenda worden gehaald. Is daar iets meer over bekend, iets meer over te zeggen? Of kunnen we ze gewoon op de agenda terugplaatsen en alsnog behandelen? Dank u wel, meneer Nijkamp. Daarop kan ik het volgende dat in de alertmail van afgelopen week heeft gestaan wat de reden was waarom de agendapunten zijn verschoven. Ik wil hem er wel bij zoeken, maar dat, u kunt hem. Dat klopt, daar staat in op verzoek van het college, maar daarmee hebben we nog geen beeld hoe en wat. Is daar iets over te zeggen? Wat is nou de achterliggende gedachte? Kunnen we het niet alsnog agenderen? Daarvoor wil ik het woord geven aan het college, meneer Van Leeuwen. Dank u wel, voorzitter. We hebben binnen het college gekeken naar de urgentie van een aantal punten van de portefeuille van de heer Von Martels. Daar kwamen er een aantal uit die niet urgent zijn en die prima behandeld zouden kunnen worden en moeten worden door de beoogde opvolger. En er was één agendapunt, ik doe het even uit mijn hoofd, dat is de thuiswonen. Voor integrale kindregeling en ontwikkeling jongerenontmoeting. Nee, ik had het over een ander agendapunt. Dat gaat over opvang van vluchtelingen. Plan van aanpak thuis in Dalfsen. Juist, plan van aanpak thuis in Dalfsen. Dank u, voorzitter. Dat had wel enige spoed, dus dat hebben we laten staan en verder verzocht aan de agendacommissie om de andere twee door te schuiven, zodat de nieuwe portefeuillehouder dat kan behartigen. Dat is de reden. Voldoende, meneer Nijkamp. Daarmee is de agenda voor vanavond, wat mij betreft en wat u betreft, vastgesteld. En daarmee wil ik overgaan naar agenda punt 4. Beleidsplan Duurzaamheid 2017-2025. Voorbereidend besluitvormend. In februari heeft de Raad de kadernota duurzaamheid vastgesteld. En daarmee zijn de belangrijkste ambities en thema's voor dit nieuwe beleidsplan vastgesteld. Minder energieverbruik, meer duurzame energie, meer lokale kracht en meer circulair zijn de doelen en daar horen verschillende activiteiten en financiële middelen bij. Ik stel voor te behandelen in twee ronden, informatief waarin u vragen kunt stellen en daarna gaan we naar uw opinie. En ik probeer daarna samen te vatten. Wie kan ik het woord geven om vragen te stellen? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk één vraag voor de wethouder. Een goed initiatief om te gaan werken met de Dalfser Duurzaamheidsindex. Hoe bent u van plan om informatie bij de andere gemeentes op te halen met betrekking tot de wens om te kunnen vergelijken? Wat zijn de oplossingen daarvoor? Dank u wel, meneer Schuurman.
Vragen. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een paar meer vragen. We hebben 5 vragen en 1 opmerking. Het betreft vragen waar niet direct een concreet antwoord op verwacht, maar waar we een toezegging voor de beantwoording wellicht zal volstaan, maar dat zullen we zo zien. De eerste vraag is, is het mogelijk om het totaalplaatje nog in beeld te krijgen voor de raadsvergadering? Dus hoe staan we ten opzichte van CO2-neutraal of eventueel energie-neutraal Dalfsen als we de omschreven doelen bereiken, bijvoorbeeld in 2025? Dus waar werken we naartoe? We hebben wel per deelgebied doelen, meetbare doelen, daar kom ik zo op terug, prima. Maar hoe werkt dat nou mee in het grote totaal? Kunnen we dat nog inzichtelijk krijgen? De tweede vraag. Kunt u voor de raadsbehandeling wellicht een paar mogelijke oplossingsmixen schetsen, hoe Dalfsen in 2025 of zo snel mogelijk daarna eventueel wel CO2 of energie neutraal zou kunnen worden? Wat moet er dan gebeuren? Welke stappen zouden dan gezet moeten worden? De derde, is het mogelijk om in het aangekondigde onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking ook aspecten als waarde van landbouwgrond voor voedselproductie, ruimte voor snelle technische ontwikkelingen, wellicht in de toekomst, en enkele voorbeeldprojecten in beeld te brengen? Dan stelt u als vierde vraag, u stelt een duurzaamheidsfonds voor. Het CDA vindt dat we onze middelen slim moeten inzetten. Dat betekent eerst benutten wat er al is en vervolgens eventuele gaten vullen met aanvullende fondsen. Kunt u in beeld brengen, gedeeltelijk is het al gebeurd hoor, met name subsidies is al gebeurd, maar kunt u in beeld brengen wat al beschikbaar is aan fondsen en andere stimulerende regelingen, dus inclusief duurzaamheidsregelingen, participatiemogelijkheden en dat soort dingen, en vervolgens aangeven waaraan er nou precies nog behoefte is. Dus welk gat proberen we nu te vullen met de leningen of met de fondsen? Ik noemde net al even participeren, dat is de vijfde vraag. Naast of in plaats van lenen, kan participeren misschien interessant zijn. Zeker als er goede winstdelingsmogelijkheden zijn. Het kan projecten aanjagen en je creëert op die manier ook een revolverend fonds op, dus. Hoe denkt de gemeente over participeren in grootschalige energieproductieprojecten? En ik zei al, op één opmerking, en dat houdt verband ook met mijn reactie op de inspreker van zojuist, de heer Korren. Op pagina 41 van het beleidsplan staat er in de gebieden 4 tot en met 8 geen ruimte is voor grootschalige zonne-energieopwekking. Dit is onjuist. Voor gebieden 4, 6 en 7 is met succes de originele tekst geamendeerd. Daar kan geen grootschalige wind, maar wel grootschalige zonne-energie. In de definitieve versie, die is in te zien op de ruimtelijkeplannen.nl, zijn de uitsluitende tekstdelen doorgestreept. Dus die is wel goed. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Wilt u op die laatste een reactie? Is het een opmerking? Het is een opmerking die om een reactie roept, maar ik kan me voorstellen dat men daar even in moet duiken. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik heb ook een paar vragen. In het voorstel staat opnieuw geformuleerd dat de doelstelling CO2-neutraal in 2025 los wordt gelaten. En dat zonder dat daar een goed alternatief voor wordt geboden. Kunt u aangeven of er in een nader voorstel dan wellicht toch nog een voorstel gaat komen voor een vergelijkbare maatstaf? Tweede vraag, het wordt opgevoerd de buurtwerker duurzaamheid. Mooi gevonden. We hebben uit een stuk opgemaakt dat u dat tijdens de behandeling van de kadernota hebt opgepikt. Wij vroegen ons al af, wat voegt deze duurzame buurtwerker in uw ogen nou toe aan het aanbod wat de duurzame dorpen al bieden? Is dat niet eigenlijk hetzelfde? Dan de fietssnelweg, het utilitair fietsen. Ja, dat ondersteunen we van harte. De Partij van de Arbeid heeft zich, net als de ChristenUnie, in het verleden al meerdere keren sterk gemaakt voor zo'n fietssnelweg en overigens ook andere fietsvoorzieningen. En we onderschrijven ook graag het punt van de snelweg, maar is het dan ook niet zaak dat u daar financieel wat voorzieningen voor gaat treffen, want dat gaat de patiënten kosten. Bij het onderwerp wind geeft u aan dat het een ingrediënt is voor beleid dat de bewoners delen in de opbrengst. Nou, wat ons betreft hoeft zich dat niet te beperken tot wind, maar kan dat uitgestrekt worden tot alle vormen van energieopwekking.
En daar verschillen we overigens dan echt met het, van mening met het LTO, heb ik net gehoord. Ik hoor graag of u dat ook zo ziet. En inmiddels doen zich de eerste discussies over grootschalige opwekking van zonne-energie in onze gemeente ook voor. Met grote ontwikkelaars erbij, een van onze zorgpunten. Ik zie nog nergens criteria die gehanteerd gaan worden bij het toestaan van dit soort grootschalige ontwikkelingen. Bent u nog voornemens die te gaan opstellen? Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, ik sluit aan bij CDA en Partij van de Arbeid. We hebben hetzelfde soort vragen. Ik had ze alleen bedacht om in de oordeelsvorming mee te geven. De eerste vraag die staat even los van, dat heeft te maken met duurzame dorpen. Die zijn geraadpleegd via de mail. Ik begrijp ook wel dat er op een gegeven moment wordt gezegd, ja, er is te weinig belangstelling om deel te nemen aan een bijeenkomst. Maar wij vragen ons af, was dat niet anders te regelen geweest als je van tevoren zeg maar, een bijeenkomst hebt gehad met de duurzame dorpen? Dan zouden ze toch ook wel te motiveren zijn geweest om bij zo'n bijeenkomst te komen. Misschien kan de wethouder daar nog iets meer over uitleggen en het met het uitvoeringsplan nog eens meenemen om ze dan wel te betrekken. Want het is ons toch een lief ding als die worden meegenomen in het hele verhaal. Vervolgens hebben wij ook een vraag ten aanzien van die CO2-neutraliteit. Dat wordt losgelaten, daar hebben CDA en Partij van de Arbeid ook al wat over gezegd. Ja, dan wordt het een soort open eind wanneer wat wel wordt bereikt. Ja, en wat willen we dan bereiken? Kan daar nog wat meer over worden gezegd? Wat moeten we allemaal nog doen? En waar staan we? Kunnen we niet toch in die zin een ambitie uitspreken? Andere vraag heeft te maken met die kleine windturbines. Dat werd net door de inspreker genoemd. Terecht dat dat wordt genoemd. En zou de wethouder een mogelijkheid zien om uit te zoeken wat er nodig is op bedrijven? Is dat 1, 2, 3, 4, waar liggen de grenzen? Want wij hebben in het verleden er ook al voor gepleit kleine windturbines toch te plaatsen op bedrijven. En als je aan één niks hebt, ja, of te weinig hebt, zou het dan mogelijk uitgebreid kunnen worden. En wat Partij van de Arbeid ook al vroeg, dat is onze vijfde vraag. Komt die opbrengst, niet alleen van windenergie, maar ook van allerlei andere vormen van energie, voor een deel ten goede aan de burgers? Dat spreekt wel aan. Dan hoef je ook niet alleen maar te zoeken naar grensgebieden. We hebben natuurlijk zoekgebieden als het gaat om windenergie. En dat brengt ons ook bij een laatste vraag in het kader van de zonneparken. Volgens mij was toegezegd door de wethouder dat daar criteria voor zouden komen. We hebben daar nog niks van gezien en we zouden dat toch zeer op prijs stellen om daar kaders en criteria voor te krijgen. Want de discussie wordt er wel warm opgediend op dit moment. Dat zijn onze vragen op dit moment. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, de heer Nijburg sprak er al over en ik sluit me daarmee aan. De bijeenkomst met het duurzame dorp op 28 februari is per mail afgedaan wegens te weinig belangstelling. Hier worden we wat ongerust van. Wat zegt dit over het commitment vanuit de dorpen? De gemeente wil juist de duurzame dorpen activeren om een bijdrage te leveren aan het halen van de doelstellingen. Een geringe opkomst bij de uitwerking van dit beleidsplan roept dan ook vragen op. Wat is de opvatting van de wethouder daarover? Vanaf het begin samen optrekken op basis van gelijkwaardigheid is voor D66 immers belangrijk voor een breed draagvlak onder alle duurzame partners. Dat was de eerste. De tweede is, in het raadsvoorstel staat dat de raad een apart voorstel krijgt voorgelegd tot het instellen van een revolverend duurzaamheidsfonds. Als beslispunt 3 in het raadsbesluit staat echter, en ik citeer, in te stemmen met de uitwerking van een revolverend duurzaamheidsfonds in de uitvoeringsnota. Dit lijkt mij niet te kloppen. De raad krijgt toch een apart raadsvoorstel voorgelegd waarin besloten kan worden over dit fonds, los van de uitvoeringsnota. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook vier vragen, waarvan één vraag een beetje lijkt op een eerdere vraag. De eerste vraag is, in de beleidsnota stelt u in de samenvatting tweede alinea, hoewel we CO2 als middelaar loslaten en ook niet langer stellen dat de hele gemeente energie neutraal zal zijn in 2025, blijft het met dit beleidsplan toch mogelijk om zover te komen. De vraag is, waar baseert het college dit op en hoe meten we dat?
De volgende vraag. Uit de nota wordt niet duidelijk op welke manier particulieren ertoe gebracht worden om in 2025 hun woning goed geïsoleerd te hebben. Het blijft bij de opmerking dat een krachtige impuls noodzakelijk is. Onze vraag is waar het college aan denkt voor die krachtige impuls. Derde vraag. Nieuwe gasloze installaties in bestaande gebouwen leiden vaak tot duurdere elektrische installaties. Onze vraag is hoe die extra kosten in de exploitatie worden opgevangen. En de laatste vraag. In het kader van regionale innovatie worden kennis, kansen en successen actief beschikbaar gesteld voor de inwoners, duurzame dorpen en ondernemers in de gemeente Dalfsen. Wat houdt het actief beschikbaar stellen in? Op welke manier of in welke vorm gaat het plaatsvinden? Tot zover. Dank u wel, meneer Warmelink. Er zijn niet meer vragen. Ik heb geprobeerd mee te schrijven en ik hoop meneer Agricola ook. Aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ik heb gevraagd om zo snel mogelijk mee te schrijven met alle vragen die gesteld zijn. Laat ik beginnen bij gemeentebelangen. Die heeft een vraag gesteld over de Dalfse duurzaamheidsindex. Die is met nou, hoe wil je informatie daarvoor ophalen? Nou, we hebben een eerste aanzet gegeven van de bronnen, zoals die vermeld staan op pagina 40. En daarnaast gaan we dus landelijke netwerken raadplegen. Wij gaan internet raadplegen, daar staat heel veel informatie op, zon wat gereduceerd wordt, ook in gemeentes. En natuurlijk een grote bron is ook provincie en VNG. En daarnaast hebben we ook partners zoals Rova en dat is met name aangaande circulaire economie. En dat is hoe wij dus omgaan met het hergebruik van de grondstoffen. Wat we vroeger afval noemden en die zin van wat we nu hergebruikte grondstoffen noemen. Daar is een databank bij de Rova, maar er is ook een landelijke databank bij de VNG. Dus kortom, proberen op de netwerken die er al staan zoveel mogelijk mee te liften en daar ook informatie uit te putten om zo tot een reële Dalfse duurzaamheidsindex te komen. Dan de vragen van het CDA en de opmerking, daar zullen wij schriftelijk op terugkomen, meneer Lochtenberg. Het is hoofdzakelijk technisch van aard. Nou, Christine heeft ook aangegeven van, dat zij in dezelfde lijn zitten met de vragen die het CDA ook heeft gesteld. Dus wat dat er gaat, die vragen, die antwoorden op die vragen zullen gaan naar alle fracties en zullen via het RIS tot u komen. Dan de duurzame dorpen. Daar hebben ook verschillende mensen hebben daarna gevraagd. Het is zo van, er zat tussen vaststelling van het college en met name van dat hier naar u naar raad toe, zat 2 weken zat dat tussen. We hebben contact opgenomen met de duurzame dorpen en we hebben de duurzame dorpen uitgenodigd hier op het gemeentehuis voor een gesprek. Op die mail die we naar hun hebben toegestuurd is, hebben een aantal duurzame dorpen hebben daar niet op gereageerd. De duurzame dorpen zijn nagebeld door de ambtelijke organisatie. En met name tijd speelt daar een hele belangrijke rol. U moet weten, wij hebben hier mensen die zijn continu bezig met duurzaamheid. De duurzame dorpen, die mensen, die moeten naast hun dagelijkse werk doen. En daar speelt tijd, speelt daar een hele cruciale rol. Maar weet dat wij met name heel veel waarde hechten aan inbreng van de duurzame dorpen. Dus soms willen we wel snel, maar soms kunnen we niet snel. Maar in ieder geval van, de verschillende fracties hebben daarna gevraagd, maar wij hechten daar zeer aan. En ik weet ook dat u als raad daar zeer aan hecht, met name om een goede samenwerking met die duurzame dorpen. Dan, CO2-neutraal. Wat moet er gebeuren? Om met name om in 2025 toch CO2-neutraal te zijn. In de kadernota hebben we daar een hele opgave voor neergezet van wat er allemaal moet gebeuren. Het zou door 60 windturbines kunnen. Het zou ook een mix kunnen zijn tussen windturbines, zonneparken en biovergistingsinstallatie. Maar ik wil voor u nogmaals dat u ook via het RIS wel doen toekomen. Maar die zin van dat vergt een forse investering en met name ook een forse aanslag op ons platteland. Dan opbrengsttekorten komen aan burgers. En die zijn
Wij zijn, of milieuze synergie is momenteel druk in gesprek. Die heeft toestemming van de US Raad om 3 windmolens te plaatsen in de Talgijslanden. En die zijn met omwonenden druk in gesprek van hoe zij kunnen komen tot overeenstemming met de omwonenden aangaande de windturbines die geplaatst worden. Ook met zonneparken. U hebt ook kunnen lezen dat het voorkeur gaat uit naar initiatieven vanuit de samenleving. Daar waar wij spreken bedrijven, zoals Kronos, die momenteel ook actief is in onze gemeente, daar moeten wij nog criteria voor opstellen. En die criteria die gaan we u ook doen toekomen. Ik moet er wel bij zeggen, de provincie heeft ook een stappenplan gemaakt aangaande zonneparken en die volgen wij hierin ook. Dan D66, die heeft nog een vraag over het duurzaamheidsfonds. Wij komen met u vooraf met een voorstel hoe het duurzaamheidsfonds in te richten. Dus er komt een voorstel van ons als college naar uw raad. VVD, en dat ging mij heel snel, CO2 heb ik erover gehad, particuliere krachtige impuls. En ook de elektrische installatie. En de vierde vraag, meneer Warmelink, dat ging allemaal wat te snel. Ik zal de vierde vraag nog even aan orde stellen. In het kader van de regionale innovatie worden kennis, kansen en successen actief beschikbaar gesteld voor de inwoners, duurzame dorpen en ondernemers in de gemeente Dalfsen. Wat houdt het actief beschikbaar stellen in? Op welke manier of op welke vorm gaat het plaatsvinden? Dus hoe worden die mensen geactiveerd? Hoe gaat u dat realiseren? U hebt ook kunnen lezen dat in het beleidsplan een groot deel wordt gewijd aan communicatie. En communicatie, dat zal met name de komende jaren heel strak ingezet worden. Met name ook voor zulke zaken, dus onder de aandacht van de inwoners te krijgen. Daar komen we straks. En dat is met name ook door het CDA aangegeven en gevraagd om de duurzaamheidskrant die we al op stapel hadden dus uit te brengen naar de vaststelling van de kadernota. Wij zijn er druk mee bezig en we hopen met name in die komende duurzaamheidskrant ook heel veel praktische informatie daar neer te zetten van bewoners wat er hebben. En daar ook in te verwijzen waar mensen de informatie kunnen krijgen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Wie wil reageren? Ik begin nu op rechts, meneer De Graaf, D66. Dank u, voorzitter. Twee reacties op de twee vragen die ik stelde. Eerst wat betreft de duurzame dorpen. Ik constateer dus dat we op dit moment geen opvatting over dit beleidsplan hebben vanuit de duurzame dorpen. En als dat zo is, is de vraag, missen we dan de boot niet bij aanvang van de uitvoering? Dat is één. En dan het, wat betreft het revolverend duurzaamheidsfonds. Ja, ik heb begrepen dat daar een apart voorstel van komt. Maar als ik kijk naar het raadsbesluit, dan wordt dat gekoppeld aan de uitvoeringsnota. Volgens mij is dat niet juist. Dus volgens mij zou er moeten staan in te stemmen met de uitwerking van een revolverend duurzaamheidsfonds. Los van de uitvoeringsnota. Want de uitvoeringsnota, die komt in handen van het college en daar heeft de raad niks meer over te doen. Dus duurzaamheidsfonds uit de uitvoeringsnota, dat is mijn pleidooi. Dank u wel, meneer De Graaf, meneer Agricola. Ja, in die zin van, daar heb je helemaal gelijk in. Dat gaan we ook zo inkleden dat u eerst als raad een besluit neemt over het interstel duurzaamheidsfonds. En dan gaan we daarmee aan de slag. Dus met name zoals u zegt, zoals het staat, is niet goed, wordt gecorrigeerd. Daarom constateer ik dus dat de besluitregel 3 vervalt. Het is ervan, de besluitregel 3 gaat veranderen. Dank u wel. En met name voor duurzame dorpen. Ik weet, er zijn een aantal duurzame dorpen, hebben per mail een reactie gegeven. En een ander aantal duurzame dorpen heeft dat niet gedaan. Maar in ieder geval, de duurzame dorpen hebben in ieder geval, die tijd wil ik ze graag geven, tot aan de 18e, of tot aan eerder, want u moet nog kennis nemen van hun reacties voor de raadsvergadering, zullen nogmaals contact opnemen om toch met reacties te komen zoals u die inbreng ook mee kunt nemen in de besluitvorming tijdens voor de raadsvergadering.
Laatste ronde, voorzitter. Laatste ronde, meneer De Graaf. En wat is de reactie tot nu toe van de via de mail ontvangen reacties vanuit het Duurzame Dorp? Kunt u daar iets over zeggen? Daar zou graag mevrouw Van Oenen graag even een reactie willen geven. Mevrouw Van Oenen is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. Hartelijk welkom. Aan u het woord. Ja, dank u wel. De Duurzame Dorp hebben inderdaad met name op het hoofdstuk lokale kracht gereageerd. En daar hebben we geen aanpassingen op ontvangen. En de rest van het deel, de nota zit een beetje in elkaar dat een deel is echt waar de gemeente aan gezet is. Waar de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor pakt en niet afschuift op de Duurzame Dorpen. Nou, en in het deel lokale kracht, daar is ruimte voor de dingen die voor de dorpen belangrijk zijn. Ja. Dank u wel, mevrouw Van Oenen. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, kennelijk heb ik net even niet helemaal goed opgelet, want volgens mij ben ik afgeserveerd als met technische vragen. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens, hoor. Dus ik kom daar toch even nu op terug, want ik vind het namelijk helemaal geen technische vragen. Zeker niet waar het gaat om die CO2-neutraal. Waarbij u zegt van ja, ik kan u wel even laten zien hoe we dat berekend hebben. Ja, dat heb ik zelf ook wel kunnen lezen, maar dat was de vraag niet. De vraag was of u nu dit los gaat laten, eventueel voornemens bent, om met een vergelijkbare maatstaf te komen. Dus een andere maatstaf dan die CO2-neutraal, want weggooien van een maatstaf is één ding. Maar het gaat er nou juist om dat we er eentje hebben straks waar we ons aan kunnen vasthouden, waaraan we kunnen afmeten. Dat we onze doelstelling ook halen. En daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dat vind ik toch iets meer dan een technische vraag. Dat is één. Nou, die duurzame buurtwerker waar ik om vroeg, die volgens mij ongeveer hetzelfde gaat doen wat de duurzame dorp moet doen, die wil ik, dat is geen technische vraag, maar die wil ik best even nu accepteren als schriftelijk af te doen, want dat moet u wat mij betreft maar even overleggen wellicht ook met die duurzame dorpen. Dus die laat ik even. En dat geldt ook voor de fietssnelweg. Die wil ik dan zien als een technische vraag, van dat er een financiële voorziening voor moet komen. Dat hoor ik dan nog graag even. Maar dan het punt wind. Opbrengst van dit soort voorzieningen, wind, zon, waterkracht. De opbrengst daarvan delen met de omwonenden, dat is wat anders dan wat u net zegt. Ja, we zijn bezig met die drie windmolens om te kijken of we eruit komen. De vraag was erop gericht, gaan we nou in zijn algemeenheid het zodanig vastleggen dat omwonenden van energieopwekkers, laat ik hem even zo noemen, dat die mee gaan delen in de opbrengst, dat we daar gewoon een algemene voorziening voor gaan treffen. Daar wil ik wel graag een antwoord op, vind ik ook geen technische vraag. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Agricola. Ja, meneer Wildvank, ik ben bij u wat kort door de bocht gegaan. In die zin van, ik heb allemaal vragen, dus ik heb uw vragen overgeslagen. Waarvoor mijn excuses. Dus wat dat betreft, dat u er zo reageert, dat snap ik. Dus wat dat betreft, maar u heeft gelijk. Maar als we kijken naar de drie windmolens zoals die nu geplaatst worden in Nieuw-Leusden. Of voornemens zijn om geplaatst te worden. Dat is een lokaal initiatief. En een lokaal initiatief, dat geldt voor alle lokale initiatieven. En waar ze momenteel ook die bezig zijn, is dat er in gesprek is met omwonenden. En dat er met bewoners afspraken getracht gaat worden van hoe ze bij spreken die verdeling gaan maken. Wij hebben niet zwart op wit hiervan, als er een windmolen geplaatst wordt, daar moet op die en die manier en zoveel moet iemand meedelen in de winst. Dat geldt ook niet voor zonneparken. Er zijn tot nu toe lokale initiatieven geweest. En maar u bent dus, voorzitter, mag ik even toch inbreken? U bent dus niet voornemens om bijvoorbeeld bij criteria die nog opgesteld moeten worden ten aanzien van zonneparken, hè, want dat gaf u net, die vraag had u wel beantwoord, hè, dat er nog criteria komen. Maar dan gaat u dus niet een criterium opnemen als er dient een voorziening te komen waarbij de omwonenden, waar dat toepasselijk is natuurlijk, gaan mee profiteren voor de opbrengst. Dat gaat u dus niet doen, begrijp ik. Dat heb ik niet gezegd, meneer Wildvang, dat ik daar niet toe bereid ben. In de zin van, we hebben de kadernoten vastgesteld, daar is dat ook niet aan de orde geweest. Maar als u als raad zegt, van, wij vinden het belangrijker dat, belangrijk dat vooraf criteria worden opgesteld, op welke wijze, wij spreken bij wat voor initiatief dan ook, de buurtbewoners mee moeten profiteren, dan zijn we natuurlijk bereid om daar een aanzet voor te geven. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Het is bij de vaststelling van de kadernota is het ook niet naar voren gekomen door u als raad. Het zijn tot nu toe lokale initiatieven, maar is er behoefte aan, dan vindt u mij op uw zijde.
Dank u wel, meneer Wildvank. Dank u wel, wethouder. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Nog twee dingetjes. Eentje naar aanleiding van de opmerking van de heer De Graaf. Die benoemde dat de uitvoering straks niet weer aan de raad is. Nou, technisch klopte natuurlijk dat in principe uitvoeringszaken aan het college zijn. Alleen in dit hele proces is continu sprake geweest van het toewerken naar een uitvoeringsnota. Daarvoor heeft deze raad ook allerlei suggesties gedaan van die uit de kadernota bijvoorbeeld gehaald zijn. En doorgelinkt zijn van nou, dat zien we zo meteen wel in de uitvoering. Dus ik vraag me even af van waar blijft dat nou dan? Dat is één. Ook naar aanleiding van de discussie hier zojuist. De heer Wildvang van de Partij van de Arbeid die stelt de vraag of duurzaamheidswerken niet ongeveer hetzelfde is als wat de duurzame dorpen al doen. Het idee van die duurzaamheidswerker is ooit door het CDA geopperd, juist om het gemakkelijk te maken om hem in te zetten, om mensen te kunnen motiveren. De duurzame dorpen werken heel verschillend. En de ene duurzame dorp die werkt nu al met clubjes mensen die echt erop uittrekken, mensen motiveren, en anderen zijn zover nog lang niet. Dus wij pleiten er wel voor om dat los te laten, dat niet met elkaar te vergelijken. Het gaat wat ons betreft een gemeentelijke duurzaamheidswerker worden die inzetbaar is door de duurzame dorpen. En er zal best het ene dorp meer gebruik van gaan maken dan de ander. Dit ter verduidelijking, dank u. Meneer Wildvank wil erop reageren. Nou, ik wil er niet alleen op reageren. Het is altijd fijn natuurlijk dat collega-partijen het antwoord geven wat de wethouder misschien ook had moeten geven, maar dat geheel terzijde. Ik krijg dat kennelijk schriftelijk ook nog van de wethouder terug. Ik was even net zelf ook niet alert, want de eerste vraag die ik stelde over die maatstaf CO2-neutraal, die is nog niet beantwoord door de wethouder. Ga uw gang. Ja, ik ben uw vraag over de CO2. Kijk, wij hebben in het stuk voor de kaartnota aangegeven van dat wij de maatstaf CO2-neutraal in 2025 willen loslaten. Maar we willen wel proberen om dat zo dicht mogelijk te evenaren. En dat blijft de doelstelling nu ook. En hoe komen we erbij? Nou, we hebben de Dalfse Duurzaamheidsindex. U wilt graag iets meten om iets te kunnen weten. Dus de Dalfse Duurzaamheidsindex is daar een instrument. Dan, die opmerkingen, meneer Lochtenberg, u het over had. Daar hebben we dus een lijstje gemaakt bij de vaststelling van de kadernota. En die is in deze nota is die verwerkt. En dan, wij spreken over, en dat heeft meneer Wildvang het ook over gehad. Die zei van, wij hebben niet voor niks iets gewijd aan de duurzaamheidscoach. En die duurzaamheidscoach die kan mensen bijstaan, maar die kan ook dus de duurzame dorpen bijstaan. En we hebben natuurlijk ook opgenomen dat waar we dus de duurzame dorpen kunnen faciliteren, zullen we ook zeer zeker doen. En daar maakt u terecht de opmerking bij. De ene duurzame dorp is verder dan het andere duurzame dorp, dus de behoefte zal ook per dorp verschillen. Als laatste nog even, voorzitter, wat mij betreft mensen. Betekent dat we richting nu de uitvoering, dat deze raad niks meer ziet van de verdere ontwikkeling van de plannen? De raad stelt de beleidsnoten vast. De uitvoering is voorbehouden aan het college. En het college zal u jaarlijks informeren over de voortgang. En daar is de Dalfse Duurzaamheidsindex is daar een van de instrumenten voor. Oké, maar dat betekent dus dat wij niet worden even geïnformeerd over de instrumenten die u in gaat zetten. Anders dan achteraf constateren wat het resultaat ervan geweest is. U weet, wij zijn een transparant college, meneer Lochtenberg. Dus in ieder geval, we hebben van tevoren duidelijke afspraken gemaakt hoe we dat gaan doen. En we gaan u informeren zoals is afgesproken. Dank u wel, wethouder. Ter linkerzijde, meneer Nijburg. ChristenUnie. Dank u, voorzitter. In de eerste plaats wil ik even terug naar het begin van de beantwoording van de wethouder, door de wethouder. Die doet een toezegging aan het CDA en ook aan ons over iets waar ik totaal niet van snap waar het over gaat. Dus misschien kan de wethouder dat nog toelichten. Dat was de eerste toezegging. Daar kom ik nog schriftelijk op terug, maar ik heb geen idee wat ik heb gevraagd waar u op terug zou moeten komen. In de tweede plaats heb ik wel enige moeite met die ambitie, die duurzaamheidsindex.
ja, dat moet scherper, dat wordt over het algemeen gevraagd. Wij zouden graag weten hoe dat dan scherper kan. Dus daar willen we, en daar mag u wat mij betreft, wat ons betreft, wel op terugkomen. Maar we willen dat graag weten. Wat is nou die ambitie? Hoe gaan we dat nou meten? Hoe zetten we dat nou scherp neer? Als het gaat over het uitvoeringsplan, daar had ik gevraagd, zeker ook in het kader van de deelnemen van duurzame dorpen, hoe worden die betrokken? Kan dat bij dat uitvoeringsplan, of in ieder geval voordat je naar dat uitvoeringsplan toe gaat? Want we hebben een heel traject gehad van tevoren. Er zijn veel goede dingen gebeurd. Ik vind het heel jammer dat dat nu, als het ware, ja, ons een beetje tussen de vingers doorloopt en uit de hand loopt. Dat we het kwijtraken. Ik zou echt willen stimuleren dat de wethouder en vanuit het ambtenarenapparaat nog eens een keer met die duurzame dorpen echt aan de slag gaat. Hebben we nu op een rij wat we op een rij moeten hebben? Hebben we nu alles in beeld? En is dit wat we uiteindelijk gaan uitvoeren? Ik mis dat gewoon heel erg. Gewoon die ambitie. En ik zou graag een uitspraak over horen. Verder hadden we gevraagd naar kleine turbines. Zou de wethouder dat kunnen uitzoeken? Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. En verder zijn er enkele vragen gesteld waar wel op is gereageerd. Ook in het kader van komen de revenuen voor een deel ook naar de bevolking toe? En wat is het beleid daarvan? En we wachten inderdaad ook nog op die kaders van die zonneparken. Want dat missen we echt zeer. Tot zover nog een aanvulling. Dank u wel, meneer Nijburg. Kunt u daarop reageren, wethouder? De heer Nijburg, het lijkt dus op elkaar, Nijburg, zei aan het begin, we hebben dus ook dezelfde vragen als het CDA. Nou, en u had een paar aanvullende vragen. Toen heb ik gezegd, dezelfde vragen die u hebt als CDA, de vragen van het CDA worden schriftelijk beantwoord. En die krijgt u ook ter kennisname. Dus dat dan gaan de vragen bij spreken voor het CDA. Ambitie moet scherpen. We hebben in de kadernota afgesproken van wat, en daar hebt u ook meegestemd, hoe die ambitie is. In 2025 CO2 neutraal. Hebben we gezegd dat zal gezien de huidige situatie, zullen we het niet halen. Maar we willen er wel zo dicht mogelijk naartoe. Hoe gaan we dat meten? Onder andere door het Dalfse Duurzaamheidsindex. Want u weet ook, willen we in 2025 CO2 neutraal zijn, dan zullen we hier 60 windmolens moeten plaatsen of 350 hectare aan zonnepanelen of zonnevelden. Nou, die zegt van, dan weten we allemaal waar meneer Nijburg van hoe de inwoners van Dalfsen daarover denken. U hebt kennis genomen van de weerstand van de windturbines. U hebt ook al kennis genomen van de weerstand van als een zonnepark wordt gerealiseerd. Met name één van de zonneparken. We hebben nog een zonnepark in Lemerenveld. Dat is ook het duurzame Lemerenveld, heeft dat de regie gevoerd. Nou, en die hebben ook een heel traject bij spreken achter de rug. En dat kunt u de mensen vragen die daarmee mee bezig zijn geweest van hoe lang het traject heeft geduurd om toch tot een overeenstemming te komen met mensen. Dan de duurzame dorpen. U hebt kunnen lezen, die mensen krijgen een eigen budget. Die kunnen dat budget inzetten voor hun eigen gemeenschap. Daarnaast, bij spreken, komt er een voorstel u voor een duurzaamheidslening. En het college stelt voor 2 miljoen euro. Die 2 miljoen euro voor projecten, hoe die ingezet kunnen worden, daar zijn de duurzame dorpen ook een van onze adviseurs. Die worden met name ook betrokken bij het gebeuren, want die kennen ook met name zaken, projecten, grootschalige projecten in de dorpen. Dus wat dat betreft, ik heb van het begin af aan gezegd, de duurzame dorpen zullen met name in dit hele beleid, en daar hebt u als raad ook mee gestemd, dus met name wel een belangrijke functie krijgen in het hele gebeuren. Maar ze krijgen niet de zeggenschap over die 2 miljoen euro. Dat houden wij als college. Maar ze zijn wel onze adviseurs. Dan de kleine windturbines. Nou, daar willen wij zeer zeker wel naar kijken. Het is er van, het is een tiphoogte van 15 meter. U hebt eerder vastgelegd dat er één, met name voor de agrarische bedrijven, maar wij willen heus wel dus uitzoeken van wat voor mogelijkheden er zijn. Maar als daar 4 moeten komen, gaat er ook maar vanuit dat daar ook weerstand zal tegen zijn
Want één kleine windmolen met tiphoogte van 15 meter is een ander gezicht dan vier. Maar nogmaals, wij willen er zeer zeker naar kijken. Is ook met name door anderen al genoemd van, ja, wil je het rendabel hebben, dan zul je vier van die dingen moeten plaatsen. En misschien wel vijf. Maar daar willen we wel eens naar kijken. Maar vergeet ook niet dat de windtechnologie ook bij Spengen verder gaat. En gelukkig, er zijn verschillende turbines in ontwikkeling, maar ook ander soort van windenergie die minder belastend zijn voor met name de openbare ruimte. En gelukkig, en dat gaat heel snel, en daar willen we ook op inspelen, ook met wind. En de revenue naar de bevolking, en daar had meneer Wildvang dat ook wel over, kijk, nu zijn het projecten vanuit de lokale initiatieven. En daarnaast, grootschalige projecten, hoe wil je daarmee omgaan? En heb ik ook gezegd, wilt u als raad, dat daarvoor tevoren was vastgesteld van hoe mensen daarin meedelen en mee kunnen participeren. Want we zien participeren kan nu wel, maar hoe mensen daarin mee kunnen delen, daar willen we zeer zeker wel naar kijken. Maar wij merken wel, en ik ben laatst ook bij zo'n inkomst geweest, nou, en die ze van dan, daar ligt het soms nog heel ver uit elkaar. Want er wordt door sommige mensen ook heel wat gevraagd. Maar ik wil van, je moet er wat redelijkheid en billijkheid betreft, moet je eruit zien te komen. Voorzitter, in de praktijk blijkt vaak dat weerstand wordt minder als mensen daar ook deelgenoot van zijn. Dus misschien is het inderdaad goed om die reden om dat verder uit te zoeken en ook aan te scherpen. Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens, meneer Nijburg. Ik ben laatst op een bijeenkomst geweest en er was ook een van uw collega's. En ik ben er toch wel van geschrokken. Het is veel weerbarstiger dan u denkt. En dat gaat heel ver tot, ik ga maar niet in detail, maar het gaat heel ver voordat mensen zeggen van nou, daar gaan we akkoord. Dank u wel. Dat wat de vragen betreft, ik kijk even rond, zijn ze voldoende beantwoord? Ik wil graag uw opinie. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. In grote lijnen vinden we het stuk een stuk waar wel degelijk mee gewerkt kan worden. Al zouden we het hier en daar wel aangescherpt willen zien. Daar hebben we ook al in de vragenronde wat vragen over gesteld. Zeker ten aanzien van die ambitie. U komt ook nog met wat voorstellen. Wij missen nog het gasloze bouwen. Hè. De gemeente wil gasloos bouwen, dat wordt dan genoemd. Maar betekent dat bijvoorbeeld de stoomfabriek ook herzien gaat worden? En opnieuw onder de loep komt. Dus misschien een gemiste kans. Verder vragen we ons af, wat gaan we doen met al die woningen? 99% van de woningen die op gas gestookt worden en op gas draaien. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat zou ook een goede zaak zijn om mee aan de slag te gaan. En wat wij nog missen is een waterparagraaf. Het zou ons een lief ding zijn, we hadden dat in de voorbeschouwing ook al een paar keer aangegeven. Om ook het water in het kader van duurzaamheid een plaats te geven. Of in ieder geval iets meer prominente plaats te geven. Daar kun je zowel energie uithalen als wel hoe ga je duurzaam om met water. Dus mogelijk kan de wethouder op dat soort zaken nog een keer accent leggen. En over het algemeen kunnen we wel leven met de lijn die nu wordt voorgesteld, met wat aanscherpingen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het beleidsplan van de gemeente Dalfsen. De kadernota is wat ons betreft uitgewerkt in beleid zoals we dat gezamenlijk hebben afgesproken en er is weer een stap dichterbij. De uitvoering en het standpunt van gemeentebelangen is in de tussenliggende periode niet gewijzigd. We zien dat de doelen verder zijn uitgewerkt en concreet gemaakt zijn. Op deze manier is het duidelijk waar we naartoe willen werken op elk van de afgesproken doelen en de gemeente neemt zijn verantwoordelijkheid. Minder energieverbruik. We zien dat er verwoord is dat de gemeente als voorbeeld gaan dienen. We verwachten van de gemeente duidelijk de rol als stimulator om onze inwoners te verleiden om duurzaam te investeren. Vooruitstrevend handelen en herhaalde communicatie zijn wat ons betreft hier de sleutelwoorden. Duurzaam is absoluut niet duurder, maar slimmer en verantwoord investeren. Duurzame energie. We zetten in op zonne-energie als gemeente en we roepen dat we in Dalfsen voorop lopen op het gebied van het opwekken van energie door zon.
Het is belangrijk om te weten dat als gemeente Delfzijl elk dak in het dorp zouden voorzien van zonnepanelen, we nog maar 12% van onze doelstelling zitten. Zeker is het goed om actief daarop in te zetten, maar als we die 12% gehaald hebben, blijft er nog steeds 88% over. En daar moeten we een andere manier voor vinden. Het is dus belangrijk dat we realistisch zijn over waar we staan en doorhebben dat we er echt nog lang niet zijn. Zonneparken zijn een alternatief, maar alleen daarmee gaan we onze doelstelling ook niet halen. We zullen moeten zorgen voor een goede verdeling van de lusten en de lasten van deze duurzame energie. Wat is dan het antwoord? Wij vinden dat alleen maar blijven praten en niets doen helemaal geen optie is. We vinden het ook een goed idee om een enquête te houden en de mensen in onze gemeente bewust te maken van de vorderingen en de gevolgen van beslissingen. De enquête kan ook breder worden ingezet, werd vanavond ook al even genoemd. Niet alleen voor wind, maar zou voor het hele duurzame energiedeel kunnen worden gebruikt. Het gaat toch over het totaalplaatje. Dan krijg je ook een goede afweging over een energiemix. En verdeling van de locaties. We moeten laten zien wat we doen om onze planeet leefbaar te houden. Dus weer communiceren. Onze inwoners meenemen in de uitdaging waar we voor staan. Natuurlijk kunnen we als Delfzijl niet een mondiaal probleem oplossen, maar we vinden wel dat we minimaal ons deel moeten oppakken en we zijn er ook van overtuigd dat we dit kunnen als gemeente. We zullen er wel heel hard voor moeten werken. De mondiale doelstelling CO2 neutraal staat er in 2025 en ook al laten we hem los, we zullen er toch voor moeten knokken. We zullen creatief moeten zijn en creativiteit moeten uitlokken. Bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. De indieners verleiden om toch duurzamer te gaan bouwen. Dus maak ze duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Wijs ze actief op subsidies. Dat soort zaken. Daarin kan je mensen bewust maken en meenemen in hun punt. Laten zien wat we doen. In alles wat we doen. Voor's tegens. En waar mogelijk ook laten zien wat het doet voor de portemonnee. Want dat spreekt de mensen toch het meeste aan. Bewustwording van het probleem. Zorgen dat er nagedacht gaat worden over duurzaamheid en de gevolgen van het nalaten. Actief met elkaar in gesprek over hoe we hier stappen in gaan zetten. Oplossingen bedenken die rendabel zijn. We hebben bijvoorbeeld, dat werd ook net al besproken, de mogelijkheid geboden om kleine windmolens te plaatsen. Maar ja, daar wordt geen gebruik van gemaakt. Denk dus na over creatieve oplossingen om mensen wel te verleiden om te gaan investeren en te doen. Ook vinden we het goed dat er gezocht wordt naar samenwerking met omliggende gemeenten. Met elkaar kan je veel meer bereiken en ook participeren in een onderdeel kan natuurlijk een grote winst opleveren. Lokale kracht. We zien dat er prachtige initiatieven zijn van vrijwilligers die duurzaamheid zeer hoog in het vaandel hebben staan. We vinden het een goede zaak dat hier gelden voor vrijkomen, zodat de duurzame dorpen echt een budget hebben om wat mee te doen. Wij vragen het college om de duurzame dorpen te ondersteunen op een manier zodat de dorpen er echt gemak van hebben. Dus help met het opmaken van een goede agendaplanning. Voorkom dat de discussies zoals die er zijn geweest met betrekking tot reageren met de e-mail tot het verleden behoren en als start gelden voor de toekomst. We hebben hier als gemeente een hele belangrijke rol. We moeten hier serieus mee omgaan. Helpen waar mogelijk en open onderling communiceren, motiveren om de doelen te halen en het liefst nog te overtreffen. Samenvattend, wij zijn er ook positief over dat het gaat gebeuren, dat we die kant op willen. Niets doen is geen oplossing, blijven praten ook niet, dus aan de slag, bijsturen waar nodig. Gezien de punten die nog op ons afkomen, waar misschien nog een aanvullende reactie op kan komen, willen we toch nog even bespreken binnen de fractie, maar positief. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil beginnen met wat ons betreft een pluim uit te reiken aan het ambtelijk apparaat. Want op korte termijn is de kadernota opgeschaald naar de voorliggende beleidsplan. Prima, want iedereen is gebaat bij duidelijkheid ten aanzien van wat de gemeente nastreeft en hoe ze dat denkt te bereiken. Wij constateren dat er flink vooruitgang is geboekt in de kwaliteit van het aangeleverde stuk. Er is nu naast de verwerkte inbreng door de duurzame dorpen ook enthousiast gewerkt met de door de raad gedane verbetersuggesties. Waardering daarvoor zeker.
vertrekpunten, meetbare doelen, actierichtingen en ontwikkelingsgelden, asbestsanering, communicatieaanpak met inzet van geïnspireerde voorbeelden. Het staat er allemaal in. Wat voor ons nog onduidelijk blijft, is in hoeverre de te behalen doelen nog bijdragen aan een energie-neutraal Dalfsen. Met andere woorden, heel veel goede bedoelingen, maar waar leidt het toe? We missen het grote plaatje nog en we achten dat inzicht echt wel noodzakelijk. We hebben daarom enkele vragen gesteld waarop we het antwoord nog tegemoet kunnen zien, zoals we gehoord hebben. We ondersteunen de aanstelling van een duurzaamheidsraad of de duurzaamheidsregisseur voor toetsing en ondersteuning van plannen en ideeën. Een degelijk monitoringsvoorstel voor deze raad verwachten we, in het uitvoeringsprogramma tegemoet te zien. Maar ik verwacht wel, dat komt er dus niet, maar ik verwacht wel een degelijk monitoringsprogramma van u te ontvangen van hoe wij het als raad nog kunnen volgen, de ontwikkelingen. En dat kan niet voor mij zijn aan het eind van een jaar kijken waar we nog, hoe we zo verder gekomen zijn of waar we staan. Blijft nog hangen de grootschalige energieproductie en de financiële ondersteuning van projecten. Duidelijk is dat er snel een brede discussie moet komen over verdere mogelijkheden voor grootschalige energieproductie binnen onze gemeente. Op het vlak van financiële ondersteuning denken wij dat eerst duidelijk moet zijn welke fondsen al beschikbaar zijn en hoe die zijn in te zetten. En vervolgens kan een Dalfsensfonds ingezet worden op de geconstateerde gaten in de financieringsmogelijkheden. Daarnaast roepen wij u op om op korte termijn in beeld te brengen of gemeentelijke participatie in grootschalige projecten haalbaar is. Dat zal onderdeel dan kunnen zijn van de discussie. Ons voorlopige oordeel, er is een flinke kwalitatieve slag gemaakt. Graag zien we de voorstellen ingekapseld in het grote plaatje en een slimme inzet van financiën. Met deze aanvullingen zien wij het beleidsplan als een prima basis voor het uitvoeringsplan. We zijn daarnaast enthousiast over de aanzet tot die brede publieksdiscussie over de ontwikkelingsrichting voor grootschalige energieproductie. Maar u zult begrijpen dat we voor ons uit te spreken over ons definitieve oordeel, dat we de antwoorden van u nog even afwachten op de vragen die we hebben gesteld. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, in grote lijn zijn we het op zich niet ontevreden over het stuk zoals het er ligt. We hebben er een aantal vragen over gesteld en dat zijn wel kritische vragen. En we gaan er ook nog een paar kanttekeningen bij maken, maar over het geheel genomen zijn we er niet ontevreden over. Duurzaamheidsfonds, ik noem even een paar punten. Duurzaamheidsfonds. Nou, goed dat het er komt. Een drempelbedrag wekt wel een beetje de indruk dat het alleen maar kan gaan om hele grootschalige projecten. En dat we de gewone burger hier een beetje buiten beeld laten. Ik heb wel wat huiver tegen het ondersteunen van die grote bedrijven die het in mijn ogen echt wel zelf kunnen. Dus daar vraag ik u toch om scherp het oog op te houden. Het loslaten van de doelstelling CO2-neutraal in 2025. Niet doen, zou ik zeggen. Niet doen. Pas als er een alternatieve doelstelling is, dan kan je daarover hebben. Dus daar gaan we het echt niet, daar gaan we het echt niet met u vinden. Daar gaan we het niet met u eens worden. De duurzame dorpen moeten worden ondersteund in het werken aan duurzaamheid. Zeker. En dan kan je je afvragen, is onze stelling, van is nou zo'n buurtwerker dan wel een vanzelfsprekende figuur? En dat ook ondanks de toelichting van de heer Lochtenberg net hoor. Want op bepaalde onderwerpen is er dan opeens een ambtenaar die in grote lijnen hetzelfde gaat doen als die duurzame dorpen ook al aan het doen zijn. Dat voelt toch wat vreemd aan. Maar goed, ik begreep net dat ik daar nog op deze technische vraag nog een antwoord ga krijgen. Dus dat wacht ik nog even af. Dan het onderzoek naar windenergie, wat u wilt instellen, goede zaak. Ik denk dat het van belang wordt dat we op dat punt wat meer kunnen doen dan nu zo op het oog lijkt. Dus het is goed om dat even uit te zoeken wat er dan kan. Aan waterkracht, wat ook nog even ergens genoemd wordt, wordt ook gewerkt volgens mij, ook in dit dorp. En ik realiseer me dat het een hele beperkte opbrengst zal hebben, maar ja, wie het kleine niet eert, het kan in ieder geval op onze steun rekenen. Een jaarlijkse financiële steun voor die duurzame dorpen, helemaal eens, goed voorstel. Ja, en dan een voorziening of een criterium voor het laten meeprofiteren van omwonenden bij die vaak toch wat grootschalige energieprojecten. Dat is voor ons echt noodzaak, dat moet. Het is ook een instrument om wat draagvlak te creëren. En ik realiseer me dat u net zegt van dat het allemaal soms wat weer barstiger ligt. Dat geloof ik wel. Maar volgens mij gaat het helpen. En ik snap heel goed dat het LTO, en dat doen ze natuurlijk namens hun achterban, dat begrijp ik heel goed, ervoor pleit om dat niet te doen. Maar de omwonenden zullen daar ongetwijfeld soms wat anders over denken. En die zie ik dan maar even als mijn achterban. Dus mijn vraag is, kijk daarnaar. Voor het overige hou ik mijn oordeel nog even bij me.
Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, het beleidsplan is een goed en prettig leesbaar stuk met in mijn ogen heldere doelen. Vooral de grotere aandacht voor regionale innovatie en samenwerking juichen we toe. Om de ambitieuze doelstellingen te halen, kunnen we zeker ook gaan participeren in de energieprojecten buiten de gemeente. We worden graag geïnformeerd over de voortgang van het genoemde initiatief van Zwolle en provincie om energieopgaven samen op te pakken. Het jaarlijks projectbudget wat de duurzame dorpen naar eigen inzicht mogen inzetten, stemt ons gelukkig. Dat is een moderne vorm van besturen die we in de toekomst graag vaker en breder ingezet zien. Ook het houden van een enquête om opvattingen van inwoners te peilen waar het gaat om meer windenergie is een goede keus. Wat ons betreft kan de enquête zelfs nog iets verbreed worden met onderwerpen als zonneparken en er zijn er inmiddels vanavond meerdere genoemd. Wat vinden de inwoners van de gemeente Dalfsen hiervan? D66 staat in ieder geval open voor het onderzoeken van de mogelijkheid om kleine windmolens, en ik spreek in navolging van de heer Kolder in meervoud, bij bedrijven en agrarische bedrijven te stimuleren. Wel met de nadrukkelijke voorwaarde dat opbrengsten van het opwekken van duurzame energie terugvloeien naar de lokale gemeenschappen en of ondernemers en aandacht is voor een minimum aan horizonvervuiling. Hier sluit ik aan op de opmerkingen van de heer Nijburg en de heer Wildvank. De toelichting en vraagstelling in de enquête is van groot belang om een reëel beeld te krijgen. Met deze vraagstelling dient het college dan ook zorgvuldig mee om te gaan. De communicatieparagraaf vind ik veelbelovend. Voorlichting en juiste informatie over alle mogelijke en onmogelijkheden in regeltjesland is erg belangrijk. Er wordt gesproken over het opnieuw activeren van het huidige communicatieplan. Het wordt in de beleidsnota ook al duidelijk aangegeven dat de communicatie rond duurzaamheid de komende jaren beter en vernieuwender kan en beter en vernieuwender moet. Behalve dat communicatie activerend moet zijn, inwoners en bedrijven moeten in beweging worden gezet immers, is de voorlichting over subsidie net zo belangrijk. De bekendheid met en de waarde van de nieuwe website Energieloket West-Overijssel gemeente Dalfsen moet dan ook duidelijk gemaakt worden via aansprekende communicatie. Meer bekendheid voor het duurzaamheidsloket en deze goede website mogen nadrukkelijker als communicatiedoel worden opgenomen. De Dalfsen Duurzaamheidsindex is een prima methode om als raad de voorgang te kunnen monitoren. We zijn blij met deze vorm. Samenvattend, de meerwaarde van deze beleidsnota gaat samen met het instellen van een stevig gevuld duurzaamheidsfonds. Dit fonds moet gaan zorgen voor het aanjagen en versterken van de duurzaamheidsbeweging in onze gemeenschap. D66 vindt het een goed stuk met een reële ambitie. Complimenten voor de opstellers hiervan. Wat ons betreft kan het beleidsplan door naar de Raad met uitzondering van het huidige punt 3. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Warmelink. Dank u wel, voorzitter. Het beleidsplan is een goede stap in de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Dalfsen. Het is goed te zien dat de opmerkingen van de Raad naar aanleiding van de behandeling kadernota duurzaamheid zijn verwerkt. De nota laat echter nog wel ruimte, maar de VVD neemt aan dat die in de uitvoeringsplannen nader zullen worden ingevuld. Op het gebied van de regionale innovatie zou de VVD graag een grote stimulans vanuit de gemeente zien. Het budget dat hier wordt uitgetrokken, 5.000 euro per jaar, is wat ons betreft wat aan de magere kant. Ook vindt de VVD de Dalfsen Duurzaamheidsindex op dit moment te grofmazig. De indicatoren zullen meer smart gemaakt moeten worden om echt de voortgang te kunnen meten. Bovendien zou die gerelateerd moeten worden aan de hogere doelstelling van de energie-neutraliteit in 2000X. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Warmelink, voor uw eerste bijdrage aan deze notitie. Ik heb alle fracties gehad. Ik wil graag de wethouder vragen om een reactie. Ja, voorzitter. Die zegt van
Veel positieve reacties, daar ben ik blij mee, maar ook veel aandachtspunten. Er zijn ook een aantal zaken genoemd die in de uitvoeringsnota aan orde komen. Maar in ieder geval dank voor uw bijdrage. En wij gaan straks u zo spoedig mogelijk de antwoorden geven die u beloofd zijn. En ik zal kennis nemen met u op een aanmerking. Dank u wel voor uw reactie. En daarmee vat ik samen dat we complimenten hebben uitgedeeld voor het snelle schakelen en het opstellen van de notitie zoals die aan ons is voorgelegd. We hebben een aantal toezeggingen gehoord, meneer de wethouder. En ik probeer een aantal samen te vatten. Willekeurige volgorde, criteria voor zonneparken, initiatieven door ontwikkelaars, inclusief burgerparticipatie, voor zover mogelijk. Besluitregel 3 komt te vervallen. Er volgt een apart voorstel voor het duurzaamheidsfonds. En u heeft aangegeven dat dat ongeveer 2 miljoen zou bedragen, met als adviseurs de duurzame dorpen. En dat u als college aanzet bent voor de toezegging. Ik zie... Voorzitter, ik wil even reageren. Besluitregel 3 gaat niet vervallen, maar zal worden aangepast. Zal worden aangepast. Neem me niet kwalijk. Mijn fout. Daarmee ga ik naar de volgende toezegging om een reactie te geven over de duurzame buurtwerker. Er is aangegeven dat u een jaarlijkse voortgangsrapportage via de Dalser Duurzaamheidsindex zult geven, waarbij aangegeven is dat het scherper gemeten zou moeten worden. En hoe dan, en daar antwoord op gevend, daar zult u ook technisch op terugkomen, heb ik begrepen, via het raadsinformatiesysteem. Ik wil u nog meegeven, als u aangeeft dat de duurzame dorpen nog betrokken worden bij de notitie zoals die voor de raadsvergadering opgesteld gaat worden, want er komen nog wel wat wijzigingen, heb ik van u begrepen, dan zal dat betekenen dat ze 12 april al gereageerd hebben moeten reageren. En 12 april vanaf nu is vrij kort termijn. Dan heb ik de vragen van het CDA en de ChristenUnie, die worden ook schriftelijk beantwoord door u via het raadsinformatiesysteem en de reactie op de opmerkingen van meneer Lochtenberg met betrekking tot de doorhalingen op het technische gedeelte. En u onderzoekt de mogelijkheden voor kleine windturbines in aantallen en wat zijn dan de mogelijkheden. Heb ik nog toezeggingen gemist? Het is een hele rij. Nogmaals, complimenten voor de opstellers. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan. En ik stel voor om de notitie zoals die nu aan ons voor ligt, gaat gewijzigd worden. En er komt een nieuw raadsvoorstel en daarmee als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering eind april. Waarvan akte. Ik stel voor de vergadering te hervatten. Ik heropen de vergadering met agenda punt 5. De oprichting van de commanditaire vennootschap en stichting Cultuurhuis de Speel Nieuw-Leuzen. Meneer Van Leeuwen is portefeuillehouder. Het is een agendastuk wat we willen voorbereiden en besluitvormend willen behandelen. In september vorig jaar heeft het college besloten het proces voor de oprichting van de stichting voor het nieuwe Cultuurhuis Nieuw-Leuzen te starten. En de raad heeft in januari 5 bestuursleden benoemd voor het bestuur van de op te richten stichting. In overleg met het college van BW heeft het bestuur nu de visie op het beheer en de rechtsvorm verder uitgewerkt. En het college zal na vanavond een besluit nemen over de statuten. Maar kan dat pas nadat de raad eventuele wensen, bedenkingen naar voren heeft gebracht? Er zijn technische vragen gesteld. En die zijn op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Meneer Laroy is aangeschoven, van harte welkom als ambtelijke ondersteuning. En ik stel voor om te behandelen in 2 ronden. Eerst uw vragen en daarna hoor ik graag uw opinie. Wie heeft de vragen over de notitie? Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Wij hebben 2 vragen. De eerste vraag gaat over het volgende. Wij zijn als CDA-fractie voor onze burgers. We willen graag u een case voorleggen. Stel, er is geluids- en lichtoverlast. En er komen klachten over binnen. Wat kunt u dan als gemeente hiermee doen? Hele open vraag. Tweede vraag is van, klopt het nou dat in deze rechtsvorm de gemeente, en dus ook de gemeenschap, opdraait voor
eventuele verliezen, voor 50% van die verliezen. En als dat dan zo is, en dat vinden wij best wel een zwaarwegend punt, leidt dit dan niet tot ongelijkheid met andere cultuurhuizen? Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat zijn de twee vragen, dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, ik geloof dat de ene vraag die wij hebben, een beetje in het verlengde ligt van de laatste vraag van meneer Koetsier, maar ik stel hem toch even. Want in het stuk staat dat er een risico aanwezig is dat indien de regelgeving rondom de belastingwetgeving wordt aangepast, mogelijk de in aftrek gebrachte btw op de investeringskosten moet worden terugbetaald. Mogelijk met terugwerkende kracht van 9 jaar. De vraag is even van ja, waar wordt dit dan eventueel uit betaald? Want onvoorzien is dat natuurlijk niet echt dan. En komen andere instellingen, andere culturen, andere instellingen hier dan eventueel ook mee in aanraking? Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildfank. Meneer De Graaf, D66. Dank, voorzitter. Een aantal vragen. In het collegevoorstel is sprake van een cv waarin de gemeente als commanditair vernoot deelneemt en de stichting als beherend vernoot. In de oprichtingsstatuten van de cv worden deze vernoten niet op deze manier genoemd. Dat is vreemd, omdat meestal de vernoten bij oprichting wel worden vermeld. Is daar een reden voor? In artikel 6 is bepaald dat elke vernoot voor 1 stem telt en besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen worden beslist. Hoe werkt dat bij 2 vernoten? En wat te doen wanneer de stemmen staken? In de oprichtingsakte van de cv wordt in artikel 4 lid 2 gesproken over de inbreng van het genot van het pand genaamd Cultuurhuis de Spil. Niet duidelijk is of hier enkelvoud of meervoudfout wordt bedoeld. De inbreng van de stille vernoot betreft immers meerdere gebouwen. Artikel 9 regelt de winst- en verliespositie. Enerzijds lees ik dat beide vernoten ieder voor haar eigen deel financiële verantwoordelijkheid dragen, maar in artikel 9 staat dat iedere vernoot voor een gelijk deel deelt in de winst en verlies. Hoe moet ik dat zien? En tenslotte, in de statuten van de stichting is vermeld dat zowel de begroting als de jaarstukken ter kennisneming aan het college worden gestuurd. Anderzijds dient het college wel toestemming te geven voor het aantal rechtshandelingen. Is dit zo de bedoeling? Stichting kan dus geheel zijn eigen koers varen of zien we dat verkeerd? Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Warmelink, VVD. Wij hebben geen vragen, dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even naar links. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. In de voorbereiding hebben we een aantal technische vragen gesteld. Die zijn wat ons betreft goed beantwoord. Eigenlijk willen we nog 1 verduidelijkende vraag stellen. Er wordt gezegd dat de btw nagenoeg geheel teruggevorderd kan worden. Kunt u ons aangeven in hoeverre het gegarandeerd kan worden? Als gemeentebelangen willen we niet geconfronteerd worden met onverwachte tegenvallers en ons niet rijk rekenen op voorhand. Dank u wel, meneer Schuurman. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien zijn een aantal vragen al in een andere vorm gesteld, maar ik stel ze toch nog maar even. We hebben er 4. De eerste is, wat is de reden om nu voor deze constructie te kiezen en waarom is dat niet bij die andere cultuurhuizen op die manier naar voren gekomen? Tweede vraag, welke taken heeft de gemeente als stille vennoot? Er wordt steeds gezegd van de gemeente is alleen stille vennoot en verder doet de stichting alles, maar is er nog iets wat de gemeente dan daarin doet? 3. Wat zijn de risico's voor de gemeente? Dan niet alleen financieel, er is ook wel naar gevraagd, maar zijn er andere punten die dan toch nog weer bij de gemeente terecht kunnen komen? De 4e vraag, wat is er precies de verhouding tussen de 3 verschillende partijen? De gemeente en de stichting lijken 2 verhoudingen te hebben, beide vennoten in een cv en tegelijk legt de stichting verantwoording af aan de gemeente aan BMW. Hoe verhouden ze die dan toch elkaar? Het lijkt alsof er sprake is van op meerdere manieren met elkaar verbonden te zijn en op meerdere manieren verantwoording afleggen aan elkaar. Kan de wethouder dat nog eens uitleggen hoe dat nou zit? Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Daarmee zijn de vragen gesteld in de eerste ronde. En ik wil meneer Van Leeuwen het woord geven om de beantwoording op zich te nemen. Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel hier en daar zometeen nog hulp nodig van de heer Laroy, maar dat zal ik u dan wel zometeen wel vragen. Meneer Koetsier, stel er is geluids- en lichtoverlast, wat kan de gemeente dan doen? Wij zijn partner in de vennootschap en wij
vragen aan de stichting om bepaalde taken voor ons uit te voeren op het gebied van het maatschappelijke en sociale vlak, een onderwijskundig. Er is twee keer per jaar overleg, dat zijn we statutair met elkaar verplicht. Op het moment dat er overlast zou zijn, gaan wij in gesprek en brengen dat ter sprake. En wij zouden daar sturend in kunnen zijn als gemeente, door daar taakstellend zaken in op te leggen. Overigens zijn die klachten ook geweest bij de trefkoelen. Daar hebben we geluidsmetingen laten verrichten en daar is in gezamenlijk overleg een oplossing gevonden. Hoewel ik begrepen heb dat als op zondagmiddag de handbal thuis speelt of op zaterdagavond, dat er dan toch nog wel aardig wat decibellen geproduceerd worden. Maar dat leidt op dit moment niet meer tot klachten, althans mij niet bekend. Draait de gemeenschap op voor verliezen en is dat ongelijk voor de andere cultuurhuizen? Nou, de andere cultuurhuizen die worden door ons gesubsidieerd. Daar heeft de raad gelden voor beschikbaar gesteld voor allerlei taken die we van hen vragen om die uit te voeren. Op het moment, en dat kunt u op uw vingers natellen, dat daar geld tekort is, dan is er één instantie waar men naartoe gaat en dat is de gemeente. Dus ik zie niet in wat daarvoor voor verschil direct is. Partij van de Arbeid, risicoverandering, belastingwetgeving. Ja, ik weet niet hoe realistisch dat risico is, dat durf ik u niet te zeggen. Als dat 9 jaar terug is en dat zou tussen nu en 2020 plaats gaan vinden, dan is de trefkoel ook aan de beurt. Dus dan hebben we daar een uitdaging. Maar ik kan dat niet voorspellen of dat staat te gebeuren. Het is benoemd als een mogelijk risico door de adviseur, maar hoe hard dat is, weet ik niet. Ik wil wel proberen om daar voor u duidelijkheid over te krijgen, dat u daar schriftelijk nog even op over geïnformeerd wordt. Maar voorzitter, mag ik daar nog iets aanvullen dan? Want op zich, ja, prima, om dat nog even op een ander moment te doen. Het gaat mij er vooral even om van, als zich dat voordoet en het gaat over meerdere jaren zich uitstrekken, kan het over een fors bedrag gaan. Ja. De vraag is dan even, maar goed, dat zou ook iets zijn wat de accountant misschien moet beantwoorden. Moeten we daar iets van toch een voorziening voor treffen? Dat is eigenlijk mijn achterliggende vraag. Nou, dat is een vraag die, we moeten toch nog een paar vragen bij de accountant neerleggen. Deze nemen we mee. D66, bij oprichting niet vermeld, ja, dat is volgens ons een omissie. We hebben die vraag gezien. We gaan daarover met de notaris in gesprek, want dat dient wel te gebeuren. Dat zijn we met u eens. Elke vennoot een stem, stakende stemmen. Ook daar willen we nog even advies van de notaris over hebben. Overigens ben ik daar met dit bestuur niet bang voor, maar dat is geen garantie naar de toekomst toe. Waarbij je wel aan zou kunnen denken. Kijk, wij zijn in Dalfsen over het algemeen gewend om met elkaar in gesprek te gaan en om er gezamenlijk uit te komen. Je zou dat met mediation kunnen doen, maar je zou het ook bij de simpele meerderheid van stemmen kunnen doen, 51% om 49%. Maar daar gaan we nog even advies over. Of misschien nog een derde partij die dan de beslissing heeft. Maar daar gaan we nog even naar op zoek. Het genot van het pand, ja, dat betreft inderdaad meerdere gebouwen, dus u moet dat in meervoud lezen, daar ben ik met u eens. De jaarstukken die worden vastgesteld statutair door de vennoten en daarbij zit dus de gemeente ook. Sorry voorzitter, dat was mijn vraag niet. De vraag ging over de winst en verlies, waar aan de ene kant wordt gezegd dat vennoten ieder haar eigen financiële verantwoordelijkheid dragen. Staat er in artikel 9 dat iedere vennoot voor een gelijk deel deelt in de winst en verlies. Dus enerzijds heeft ieder beide apart een boek op te houden, maar bij de winst- en verliesrekening gaan we weer verrekenen. Dus dat lijkt tegenstrijdig aan elkaar. Ja, waarbij we al wel gezegd hebben dat op het moment dat daar winst gehaald zou worden, dat we dat moeten gaan investeren in
activiteiten, nieuwe activiteiten naar de toekomst toe die wenselijk worden geacht, dan wel materialen die nodig zijn. Maar goed, wat betreft winst en verlies zou ik willen vragen of daar zometeen de heer Larooy nog over, wat over mag zeggen, voorzitter. Gemeentebelangen, nagenoeg geheel BTW terug. Ja, dat nagenoeg is misschien ongelukkig, want er zijn onderdelen die waar we geen BTW van terug gaan krijgen, dat weten we. Dus dat zal iets aangepast moeten worden. En wat ik heel vervelend vind, is dat er vanmorgen twee adviezen op tafel lagen. Eén van de belastingadviseur en één van de accountant, die volkomen haaks op elkaar staan. Daar gaan wij nog eens even achterheen en dat wil ik echt voor de vergadering, de raadsvergadering, helder hebben. We gaan proberen om met de Belastingdienst zelf in contact te komen. We schieten weinig op met twee adviezen waarvan de een zegt ja en de ander zegt nee. Dat is heel lastig om daarop te gaan varen. Dus daar gaan we nog even nader achterheen en dat moet voor de raadsvergadering helder zijn. Dus daar kom ik op terug bij u. ChristenUnie, wat is de reden voor deze constructie? Deze constructie is vooral gekozen vanuit het oogpunt governance en samen verantwoordelijk zijn. Via deze constructie zitten we twee keer in het jaar om de tafel, verplicht met elkaar, en leggen we over en weer verantwoording af. Enerzijds over wat de gemeente beoogt, wat ze met haar geld wil bereiken. En daarover vertelt dan de stichting wat ze daarmee gedaan hebben. En dat is echt de governance is in deze impliciet geregeld. Bij een andere constructie, zoals we die met de trefkoelen hebben, daar is de trefkoelen op dit moment geheel onafhankelijk, zelfstandig bezig met de gelden. En dat vindt ons college een onwenselijke situatie. De taken van de stille vennoot, afgezien van het gebruik van het gebouw en de subsidies voor lokaliteiten die wij beschikbaar stellen, stellen wij ook samen met de beheersorganisatie vast wat zij voor dat geld moeten gaan doen, wat wij graag gerealiseerd willen aan maatschappelijke meerwaarde. Risico's gemeente, ik zie ze niet zo 1, 2, 3, maar misschien dat de heer Larooy daar nog even iets over kan zeggen. En de verhouding tussen de partners, u ziet meerdere verhoudingen. Ik zie echt alleen maar een verhouding binnen die commanditaire vennootschap, maar misschien dat u dat nog even iets kunt toelichten. De verhouding bijvoorbeeld ook dat de stichting weer verantwoording aflegt aan BMW. Ja, als zijnde onderdeel van die communautaire vennootschap. Ja, en eventjes denken hoor. Het lijkt gewoon alsof ze op meerdere manieren elkaar treffen met een verschillende verantwoordelijkheid. Ik weet niet zo goed hoe ik het verder moet uitleggen, maar volgens mij is dat niet de opzet. Ja, dan laat ik het even voor wat het is, voorzitter. En misschien dat meneer Larooy van u verder mag. Meneer Larooy heeft een aantal openstaande vragen. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Om even in te haken op die laatste. De relatie met de gemeente is natuurlijk... De gemeente heeft voor ogen bijvoorbeeld welzijnsbeleid in Nieuw-Leusden te realiseren. Bepaalde ambities en doelen te realiseren. Daarin speelt een stichting een rol om dat te realiseren en uit te voeren in het cultuurhuis. Dus daar ligt natuurlijk op die manier wel een relatie via dat beleid en de ambities. Maar dat is niet zo strak in regels gevat, maar daar heb je het meer over met elkaar van vanuit de rol die elke afzonderlijke partij heeft, zeg maar. Dus daar ligt wel een relatie in de ambities en het beleid aan de ene kant en het realiseren van de activiteiten in een cultuurhuis met de partners en de participanten die daarin samenwerken. Er was nog ook een vraag over de risico's financieel. De gemeente brengt het
het pand in de CV in. Daar zit het risico voor de gemeente. De beheerstichting voert het beheer uit eigenlijk op het cultuurhuis. En die is daar zelf voor verantwoordelijk. De verhouding tussen de vennoten maakt ook dat de gemeente in feite op afstand staat. En dat is net ook al aan de orde gekomen van uiteindelijk is er natuurlijk jaarlijks binnen de CV een afstemming over het totaal resultaat. Maar in principe de operationele risico's binnen het cultuurhuis liggen bij ook de beherende vennoot. Dan heb ik nog één vraag liggen en dat is even ook voor mij een wat lastige vraag, dat zal ik eerlijk aangeven. Dat is over die verhouding zoals het in artikel 9 staat waarin verwezen wordt. De essentie van sub 2 en 3 is met name dat die verhouding in de winstaandeel gelijk is in dezelfde verhouding. Waarom het exact zo staat voor een gelijk deel in de winst en de verlies, daar wil ik graag nog even op terugkomen. Dan kan ik het navragen en dan krijgt u een correct antwoord. Dank u wel, meneer Laroy. Nog even voor de goede orde. Inhoudelijk is voor ons niet de statuut om vast te stellen. Dat is aan het college, maar wij mogen wensen en bedenkingen inbrengen in deze fase. En er zijn een aantal toezeggingen gedaan en ik wil graag van u horen hoe u verder over het voorstel denkt. Als alle vragen beantwoord zijn, maar dat gevoel heb ik. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Allereerst bedankt voor de informatie. Wij vinden het belangrijk om ons te realiseren dat in het speel belangrijke maatschappelijke functies samenkomen. Belangrijk voor de gemeenschap. Het is wat ons betreft dan ook een goede keuze, vindt de CDA-fractie, om als gemeente via de rechtsvorm verbonden te zijn. We willen u wel meegeven om te waken voor het, en ik zeg het maar in gewone taal, te bemoeien met de uitvoering. Juist deze maatschappelijke functies zijn op zijn best als ze van en door de bewoners, de mensen die er gebruik van maken, gerealiseerd worden. Succes zit hem niet alleen in de stenen, hebben we eerder gezegd, maar vooral in de samenwerking. Met deze rechtsvorm kunt u ook deze samenwerking optimaal ondersteunen. Ten aanzien van het verschil met andere culturen, huizen, willen wij wel benadrukken dat er geen ongelijkheid mag ontstaan. Met de beantwoording, die heb ik gehoord, die begrijp ik ook. Toch wil ik dat punt even meenemen naar de fractie om te bespreken. Met de rechtsvorm zoals hier voorgesteld is, vinden wij de goede richting. Maar dat laatste punt bespreken we nog. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik zal het kort houden. Het is op zich een nieuwe, interessante constructie die hier voorgesteld wordt. Een CV. Nou, we hebben goed gekeken wat er in het fiscaal advies ook stond en wat de overwegingen zijn geweest van het college. En ik moet eerlijk toegeven, we kunnen ons helemaal in vinden. Goed voorstel. Uiteraard moet je wel de vinger aan de pols kunnen houden. Moet je ook goed zien hoe nou die samenwerking tussen gemeente en stichtingsbestuur zich afspeelt. Maar daar zitten nog allerlei andere waarborgen in het stuk die dat ook wel wat, hoe zou ik het zeggen, wat een goede constructie is om er omheen te zetten. Met name ook de benoeming van bestuursleden. Daar zit overigens ook nog wel een kleine, zit ook wel iets in waarvan we zeggen, ja, wees daar ook wel wat voorzichtig mee. Want benoeming van bestuursleden wordt nu geloof ik voorgesteld om dat via de raad te doen. Dat is inderdaad wel ook iets wat eerder hier aan de orde is geweest. Maar daar zou ik toch ook wel van willen zeggen, ja, dat moet je met de nodige omzichtigheid omkleden, omdat mensen zich anders mogelijk niet zo makkelijk hiervoor beschikbaar zouden stellen. Dat gezegd hebben, een goed voorstel, we stemmen graag in. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, op basis van het raadsvoorstel geen wensen en bevindingen in te dienen, heb ik mij niet geconcentreerd op de opinie hierop te vragen. Maar daar zaten allemaal weer voldoende correcties in die uiteindelijk leiden tot een mogelijke aanpassing van de onderliggende stukken. Het is goed dat die aanscherping plaats kan vinden. Maar ik sluit me aan bij de twee vorige sprekers. Constructie is prima, biedt voldoende mogelijkheden. En we kunnen ons er goed in vinden. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. En wij kunnen ook kort zijn. Een volgende stap is gezet bij het project WOC te Campus. De Nieuw-Leuzen de Spul. De VVD wenst het college veel succes bij de nog te nemen stappen. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Weer een stap in het verwezenlijken van de spil. Na de bekendmaking van de naam nu een belangrijk organisatorisch deel. We horen veel enthousiaste reacties in Nieuw-Leuzen en het is belangrijk om dit zo te houden, want door de steeds verdergaande samenwerking tussen de verschillende partijen is het goed dat alles vooraf goed wordt ingeregeld. Afspraken moet je maken voordat je aan het werk gaat, zodat de verhoudingen voor iedereen duidelijk zijn en daarin slaagt men op deze manier op een goede manier. We hebben de stukken met betrekking tot de oprichting van de CV en het oprichten van de stichting met belangstelling gelezen. De vorming van een communautaire vennootschap is niet gebruikelijk in gemeenteland, maar zoals wij het beoordelen is het een zeer goede vorm. Ook de manier van besluitvorming lijkt ons de juiste te zijn. Het zorgt voor een dialoog tussen beide partijen en daarmee moet er overeenstemming gevonden kunnen worden. Het staat beide partijen natuurlijk vrij om de raad daarin te betrekken als ze dat willen. We gaan ervan uit dat beide partijen elkaar met regelmaat meenemen in de te varen koers, zodat er geen onverwachte verrassingen komen. Grote investeringen met elkaar bespreken en het is ook goed om daar duidelijke afspraken over te maken. We kijken uit naar de verdere vorderingen van het college en het stichtingsbestuur en zien graag de volgende stappen van het bestuur en de deelnemers tegemoet. Dank u wel, meneer Schuurman. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich vinden we het een goede plannen. Het is goed om dit zorgvuldig van tevoren te regelen en goed alle opties te onderzoeken. Het is ook wel mooi dat er weer een nieuwe vorm gevonden is, waarin er nog beter met elkaar kan worden samengewerkt en goed met elkaar kan worden afgestemd. Het is ook een prachtig plan. Een prachtig plan voor Nieuw-Leuzen, de spil. We zitten nog eventjes met het laatste stukje. Ik vind het nog een beetje niet helemaal transparant hoe die verhouding is tussen de verschillende onderdelen. Want ik hoorde op een gegeven moment ook iemand iets zeggen van je moet je juist als gemeente niet meer bemoeien. En zoveel mogelijk bij het bij de stichting laten. Aan de andere kant zit de gemeente er wel weer in. Dus op zich zijn we positief, maar ik begrijp dat we van de wethouder nog verdere informatie krijgen. En we willen daar wel graag eventjes over nadenken in de fractie, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Ik geef zo meteen het woord even aan de wethouder. Wil ik u niet even de toezeggingen wil ik eigenlijk even noemen. Dan kunt u daar ook nog even op reageren of ik het goed begrepen heb vanuit deze behandeling. U gaf aan een schriftelijke reactie te zullen geven op de BTW op investeringen met betrekking tot de terugwerkende kracht min 9 jaar bij gewijzigde wetgeving. En daarmee de risico's en eventuele reserveringen die gedaan zouden moeten worden, inclusief de andere cultuurhuizen die hiermee te maken zouden kunnen krijgen. U gaf aan informatie over de tegenstrijdige adviezen die u heeft ontvangen van accountancy en uw belastingadviseur. Nog nader informatie op het raadsinformatiesysteem te zetten. En paragraaf 9, verlies- en winstparagraaf, daarop met betrekking tot de verhouding daartoe, komt ook nog een nadere informatie op. Aan u even de volgende reactie, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. Ik kan de heer Koetsier wat dat betreft, en dat is in zekere zin dan ook mevrouw Lasje, geruststellen. De bemoeienis van de gemeente die beperkt zich tot het inbrengen van het eigendom van de gebouwen en de wens die wij financieel ondersteunen, dat bepaalde maatschappelijke zaken geregeld worden. En daar eindigt onze bemoeienis. En vervolgens komt dan het bestuur aan zet, want die moeten dat gaan uitvoeren. Dus wij gaan ons absoluut niet bemoeien met die uitvoering. Dat is een ding dat zeker is. Dat is ook niet de bedoeling in deze constructie. En voorzitter, het grappige van deze behandeling is dat u wordt voorgesteld geen wens of bedenking aan het college kenbaar te maken, maar dat ik als collegelid zelf een bedenking heb. En die gaan we uitzoeken. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Dat is ook wel een fijne constatering dat u die bedenking heeft. Of een fijne manier, maar wel een duidelijke. En daar houd ik wel van. Nog even over die bemoeienissen van de gemeente. Want mevrouw Lasje en meneer Koetsier gaan we er nog even wat op terug. Is dat voor u voldoende beantwoord? Voor mij is het helder. Ja. Ik ga ervan uit, voorzitter, dat het gewoon op de raadsvergadering terugkomt, toch? Dus ik wil graag nog even nalezen, even naluisteren of ik het nog goed begrepen heb. Ja, want er zitten voor mij toch nog een aantal onduidelijkheden in. Dank u wel. Dat is niet... En anders komt u gezellig een kopje koffie drinken.
kopje koffie erbij en het wordt uitgelegd verder. Uitgediept. Dank u wel. Daarmee constateer ik dat we nog niet als akkoordstuk kunnen behandelen, maar dat we in de raadsvergadering het als bespreekstuk terug zullen krijgen. Dank u wel voor uw inbreng. En daarmee is agenda punt 5 behandeld. Over naar. En het gaat allemaal weer over afkortingen. Meerjarenprognose grondexploitatie. En dat heet de MPG 2017. Meneer Van Leeuwen is wederom portefeuillehouder. Meneer Pegeman schuift aan als ambtelijke ondersteuning. Van harte welkom. De raadscommissie wordt geïnformeerd over de actualisaties en ontwikkelingen met deze meerjarenprognose 2016. En dat gaat dan met name over de grondexploitatie. De vooruitzichten zijn op dit moment erg gunstig. En ook over 2016 is een voordelig resultaat behaald. Er wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de reserves en te verwerken in de jaarrekening. Er zit bij de stukken een kaststroomoverzicht. Dat is... valt onder de geheimhouding. Wilt u daarover spreken, dan zullen we de vergadering schorsen om het in beslotenheid verder te behandelen. Maar dat hoor ik wel van u. Er zijn technische vragen gesteld door ChristenUnie en CDA. Beantwoording is op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Ook hier weer behandeling in twee ronden. We beginnen met de vragenronde. Wie heeft vragen over de meerjarenprognose grondexploitatie? Meneer Warmeling, VVD. Dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag. In 2016 zijn er geen sociale huurwoningen verkocht. U schrijft dat de 50% norm voor sociale bouw blijft gehandhaafd in de uitbreidingslocaties. En onze vraag is of dit wel realistisch is. Dank u wel, meneer Warmeling. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. U gaf net al aan dat er inderdaad de technische vraag is al beantwoord. Dank daarvoor. Ik heb nog één inhoudelijke vraag en dat betreft Leemleveld. Nieuw-Leusden is nog 13 hectare. Leemleveld is nagenoeg op. Kan de wethouder ons meenemen in de acties die met betrekking tot Leemleveld worden genomen om toch weer bouwgrond te krijgen? Dank u wel, mevrouw Rameman. Links. Meneer Hof, gemeentebelang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik aansluit bij de vraag van het CDA en dan neem ik aan dat er gedoeld wordt op industriegrond. Ja. Dank u wel. Geen vraag. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen. Eerst over de niet gehaalde doelen. De woningbouw heeft net 50% gehaald van beoogde aantallen. En er wordt gesteld van dat heeft met name te maken met niet invullen van de sociale huurkavels. Maar hoe kan dat nou plaatsvinden op die manier? Zijn we daarin alleen afhankelijk van de corporaties? Of hoe ligt dat nou precies? Zeker ook daar waar we het afgelopen jaar zwaar hebben ingezet voor versnelling in het kader van het plaatsen van statushouders. En wat betekent dat nou voor 2017? Die vraag zou ik dan willen koppelen. Twee, over de bedrijfslocaties. Conclusie die we daar trekken is dat er, of worden getrokken, is dat er nog geen 50% is verkocht van wat er beoogd was. En daar wordt dan toch gesproken over een mooie ontwikkeling en prestatie. Nou, die twee die lijken ons niet helemaal op elkaar te passen. Want dat zijn natuurlijk ook schattingen die we begin 2016 hebben gekregen. En dan toch nog een restje ten aanzien van onze vraag over de grift 3, het laatste deel van de grift. Daar zit een vrij fors risico op. Eigenlijk is dat het enige plan waar een risico geformuleerd is. Die onderbouwing wordt gegeven in de zin van dat het een lange doorlooptijd is of een lange looptijd heeft. Maar de maatregelen die vervolgens worden voorgesteld, die lijken allemaal erg intern gericht. De vraag is, klopt dat echt intern gericht is en is dat wel voldoende? Want de interne maatregelen die genoemd worden zijn marktonderzoek, prognoses maken, exploitatie actualiseren en interne afstemming. Maar daarmee verkoop je geen vierkante meter extra. Kortom, is dit niet wat te mager? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Van Leeuwen, heeft u mee kunnen schrijven met de vragen die gesteld zijn? Mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dat is gelukt. Er zijn twee partijen die vragen naar
het achterblijven van de sociale huurwoningen. Ja, wij zijn volkomen afhankelijk van Vechthorst en in mindere mate van de Veste. Zoals u weet heeft collega Agricola recentelijk een akkoord gesloten met de woningbouwstichtingen, waarbij er dit jaar al een aandeel gebouwd gaat worden en waarbij er in 2018 nog meer gebouwd gaat worden. En dat is een inhaalslag. Dat is een keuze geweest van de corporaties in een strijd die zij met het ministerie hebben gehad. Maar gelukkig kunnen we ons nu gelukkig prijden. Er zijn akkoorden gesloten en het wordt weer ter hand genomen. Dat is de reden waarom die tot nog toe achtergebleven zijn. Mevrouw Rameman, in Lemelenveld is het bedrijventerrein nagenoeg vol. Dat klopt. Gemeentebelangen spreekt dat ook uit. Wij zijn druk bezig om te lobbyen bij de provincie, want wij hebben te maken met de ladder van sociale duurzaamheid. En dat betekent dat als wij nieuwe bouwgrond tot ontwikkeling zouden willen brengen in Lemelenveld, dan wordt er gekeken naar wat er in Raalte en Ommen nog braak ligt. Nou, dat is aardig wat. Recentelijk is gedeputeerde Van Heijem op bezoek geweest. Die hebben we meegenomen naar Tielbeke. Die hebben daar expres rondgeleid over het bedrijventerrein. Duidelijk gemaakt dat we klem zitten. Er is ook overleg, collegiaal overleg van de heer Agricola met zijn collega's onder Raalte. In provinciaal verband is er recentelijk overleg geweest. En het lijkt erop dat het voor Lemelenveld de goede kant op gaat. Dat heeft ermee te maken dat we ook al een intentieverklaring hebben liggen van een bedrijf die daar grond wil kopen. En wij proberen om daar richting 2 hectare uitbreiding te gaan realiseren. Maar dat vergt de nodige inspanning om dat voor elkaar te krijgen. Overigens was er recentelijk nog een ondernemer in Lemelenveld die graag wilde uitbreiden. Die hebben we doorverwezen naar een van de eigenaren, de heer Indewal, om te gaan praten of die daar wel ligt, want die heeft nog wel grond in eigendom, of daar een mogelijkheid is. Want ook dat, die inbreiding, behoort tot de mogelijkheden en de wensen van de provincie. ChristenUnie, nou, ik ben net al even ingegaan op die niet gehaalde doelen van de sociale huurkavels. De bedrijfslocaties, nog geen 50% van wat er beoogd was te verkopen. Misschien dat de heer Pegeman iets kan zeggen en dat gaat ook over die risicomaatregel. Ik ben met u eens dat de maatregel die u noemt geen extra vierkante meters verkoopt. Maar wat er achter de schermen gebeurt aan contacten en aan gesprekken. Deze week heb ik nog een gesprek met een ondernemer uit een andere kern die op zoek is naar een groot stuk grond. We proberen echt wel om via gesprekken bedrijven te lokken, te verlokken, net hoe u dat noemen wilt, om zich te vestigen op de Grift in Nieuw-Leuzen. Alleen dat is een stukje stille diplomatie. Maar zodra wij er lucht van krijgen dat bedrijven interesse hebben of dat er dat er daadwerkelijk contact wordt opgenomen, dan gaan we ogenblikkelijk die gesprekken aan. Recentelijk, en dan praat ik echt over afgelopen week, is het contract rondgekomen met de Sprong. Die heeft daar een fabriek gebouwd, een metaalfabriek. En die hebben het stuk grond wat erachter ligt bijgekocht, want de zaken gaan zo goed dat die wilden gaan uitbreiden. Dus dat is ook weer een mooie stap. En dan is er nog iets voor meneer Pegeman. Heb ik begrepen. Aan u het woord, meneer Pegeman. Dank u wel, voorzitter. Het ging om de bedrijfslocaties, 50% gerealiseerd. Klopt, is minder dan we van tevoren hadden verwacht. Maar wat we wel zien is dat er meer interesse is. Er zijn meer bedrijven die zich melden bij de gemeente en die interesse hebben naar bouwgrond. En daar zien we ook, dat zien we ook in de intentieverklaringen die inmiddels getekend zijn. En net zoals de wethouder ook toelicht, zijn er al concrete acties voor geweest. Dus vandaar dat we zeggen, ja, dat is een mooie ontwikkeling dat we zien dat er meer vraag komt.
En we hopen dat natuurlijk ook in het komend jaar weer om te zetten in een werkelijke realisatie van een aantal verkochte hectares. De andere vraag met betrekking op de risico-onderbouwing. Dat klopt, wethouder ligt ook toe van we zijn druk ook in overleg met partijen. Daarmee zijn we meer naar buiten gericht. Maar als we kijken naar de grift, is dat een grondexploitatie die een hele lange looptijd heeft. Belangrijk is hoe gaan we die beheersen. We weten nog niet welke partijen zich over 8 jaar gaan melden. Dus vandaar dat we zeggen van ja, dat zijn marktonderzoeken en dergelijke. Dat zijn belangrijke zaken om te kijken wat is de vraag die in de markt is. Is daar wel nog behoefte naar dit soort industrieterreinen? Zijn er bedrijven die geïnteresseerd zijn? Vandaar dat we dat als marktonderzoek hebben genoemd om dat te onderbouwen. En het ja, jaarlijks actualiseren, hè, zoals we hier ook zitten om de MPG te bespreken, is ook een belangrijke beheersmaatregel om dit in de grip te houden en te kijken naar hebben we het genoeg onderbouwd, zitten er geen nieuwe risico's in. Dank u wel, meneer Pegman. Zijn de vragen voldoende beantwoord? Ja? Mag ik overgaan naar uw opinie? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn in ieder geval blij met een geactualiseerd MPG. Ziet er degelijk uit. We hebben een paar kritische punten bij vermeld. Maar die blijven toch nog wel enigszins staan, met name als het gaat over de grif 3. Dat gaat om een heel groot terrein. Langdurig, langer dan de BWV eigenlijk in eerste instantie zomaar toestaat blijkbaar. Over die 10 jaar, dus je moet daar wel wat extra maatregelen opnemen. En wat ons betreft zou daar nog wel even een keer apart naar gekeken mogen worden. Van, hebben we daar nou voldoende uit de kast getrokken om dat weer recht te trekken? Want we lopen daar natuurlijk al een aantal jaren achter. Hè? Ik denk als we hem vergelijken met de exploitatieplannen van nou, zeg maar 5, 6 jaar geleden. En we vergelijken dat met nu. Dat zou wel een interessante analyse kunnen zijn. Dan blijkt dat we niet een halve hectare achterlopen, maar toch vele hectares. Oftewel, zonder te pleiten om de grond weg te geven, want dat gaan we niet doen. Hè. Daar heb ik wel vertrouwen in dat dat goed gaat. Maar vooral ook inderdaad ook Dalfse ondernemers ja, ook wel triggeren om kansen te benutten daar. Misschien zijn er meer mogelijkheden om daar misschien tijdelijke voorzieningen te creëren. Toch nog eens kijken naar die 13 hectare die daar eigenlijk voor de gemeente ligt. Kunnen we daar nog iets mee om het risico in ieder geval in te dammen en misschien ook de opbrengsten ook voor dit plan te optimaliseren. Dat is wat ons betreft de oproep aan het college. Dat weerhoudt ons niet om in te stemmen met de 3 punten die genoemd zijn. We zijn blij met het positieve resultaat wat we over 2016 kunnen noteren. Waarvoor dank. Dank u, meneer Nijkamp. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dit jaar geeft het MPG een helder en duidelijk beeld met opnieuw een positief financieel resultaat. Dank daarvoor. We staan er goed voor. Het herstel van de woningmarkt voor bestaand en nieuwbouw die helpt daar natuurlijk bij. Op een paar punten, het is al genoemd ook, zijn de doelstellingen niet gehaald. Maar wij maken ons daar niet zulke grote zorgen over. Mede omdat er al een inhaalslag gaande is en ja, we zitten ook in een stuk herstel wat ook wat tijd nodig heeft. Met de grondvoorraad kunnen we in zijn algemeenheid nog wel even vooruit. Wel zijn er op een paar specifieke plekken, met betrekking tot industriegrond, maar ook op een paar plaatsen rondom bouwkavels, wel wat knelpunten te verwachten. We hebben begrepen dat daar wat gesprekken gaande zijn om die voorziene knelpunten ook te voorkomen. Dus daar wordt aan gewerkt, daar hebben we vertrouwen in. Wel willen we aanbevelen om de veranderende woningbehoeften scherp te blijven volgen. Op termijn zijn tekorten in de sociale huur en luxere seniorenhuisvesting te verwachten en overschotten met betrekking tot vrijstaande en 2 kappers. En zeker in het buitengebied zal dat toch wat zorgelijk worden. Dus de vraag is wel om daar heel scherp op te blijven en scherp en alert op te blijven. Voor de rest vinden we het prima stukken en kunnen we instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Hof. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Gemeente Dalfsen heeft het goed gedaan. We boeken nog steeds een positief resultaat. Complimenten daarvoor. Bij andere gemeentes om ons heen zien we wel anders. Fijn om te horen dat er actie is met betrekking tot de uitbreiding van Leemleveld. Met name voor de lokale ondernemers om uit te breiden en om er te kunnen blijven.
Ook fijn om te horen dat sociale huur, dat daar actie in is vanuit de woningcorporaties. Maar dat laat niet weg dat er misschien ook wel andere ondernemers of vastgoedhandelaren zijn die daar iets mee kunnen. Dus sta daar open voor. Met betrekking tot de grift 3 sluiten wij ons aan bij de ChristenUnie. Daar is wel actie nodig om die 13 hectare toch aan de man te brengen. En verder kunnen wij ons vinden in de 3 punten die genoemd zijn in het voorstel en gaan wij akkoord met de notitie. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. En dank u wel. Ik zal het kort houden. Wij kunnen van harte instemmen met het voorstel zoals het er ligt. Dank u wel. Meneer De Graaf, D66. Blij met het geactualiseerde overzicht. Het geeft ons een goed beeld van de huidige stand van zaken. En het positieve resultaat, daar zijn we blij mee, zien we graag terug. Dat gaan we terugzien in de jaarrekening 2016. We willen wel nogmaals benadrukken dat mooie uitbreidingsgebieden zoals de Oosterdalse, die niet meer opofferen voor nieuwbouw, maar de Raad kent ons standpunt daarover. Eens met de 3 punten. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Warmelink, VVD. En dank u wel, voorzitter. De totaalsom van de lopende projecten ziet er positief uit. Toch zal er ooit een tijd aanbreken dat we minder gronden verkopen dan heden. Dan zullen op andere wijze inkomsten moeten worden gegenereerd. In de risicoparagraaf zou je hier aandacht aan kunnen besteden. De VVD die stemt in met het voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Mag ik meneer Van Leeuwen vragen op de opmerkingen die gedaan zijn te reageren? Voor zover u dat wenst. Twee dingen. Ik deel de zorgen van die door de fractie van ChristenUnie en CDA zijn uitgesproken over de grif 3. Nogmaals, u kunt er verzekerd van zijn dat wij ons uiterste best doen om die gronden aan de man te brengen. Of daar apart aandacht aan besteed moet worden, dat wil ik graag even met de afdeling bekijken. En wat D66 betreft, het is heel moeilijk om Dalfse uit te breiden zonder dat je de mooie omgeving aantast. Want het is overal in de omgeving mooi. Waarvan acte. En daarmee dank ik u voor de inbreng op dit onderwerp. De meerjarenprognose grondexploitatie. Er zijn nog een aantal oproepen aan het college gedaan. Ik stel voor dat het als akkoordstuk na de raadsvergadering wordt gebracht, geleid. En daarmee is agenda punt 6 naar agenda punt 7, de verkeersveiligheid voor elkaar en de verkeersveiligheidsmonitor. De verkeersveiligheid is voor de gemeenteraad een belangrijk thema. Recent nog aan de orde bij het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. En het college zet in op aanpassen van de infrastructuur, maar ook op sturen van verkeersgedrag. Sturen op verkeersgedrag. De raadscommissie kan kennis nemen van de informerende notitie, zoals die nu over dit thema is opgesteld. Er wordt verwezen in de site naar een site met verkeersveiligheidsprojecten. Helaas nog niet beschikbaar. Dus daar wachten we nog even op. Zodra die beschikbaar is, krijgen we vast een seintje van de wethouder. Nogmaals, vergaderdoel is informerend. Ik stel voor in één ronde uw vragen en uw opinie in te brengen. En we gaan kijken. Meneer Jutten, gemeente Belangen. Dan trap ik maar weer af. Voorzitter, we hebben kennis genomen van de nodige verkeersveiligheid voor elkaar. Waarvoor dank. Veiligheid begint in eerste instantie bij jezelf. Het juiste gedrag en houding in het verkeer is je eigen verantwoording. Evenals het anticiperen op gedrag van anderen. In nota valt ons wel een paar kleine dingen op. Er staat bijvoorbeeld op bladzijde 9 dat een onbetrouwbare ongevallenregistratie ontbreekt. Voorzitter, die hoeft er van ons betreft niet in te staan. Notabene staat in de grafiek zelf dat betrouwbare registratie ontbreekt. Dus daar kunnen we niet zoveel mee. Gaat u dat even aanpassen. Met te hard rijden zijn we een goede tweede geworden volgens de grafiek. In de regio, maar dan in negatieve zin. Dus op dat gebied van handhaving moet er misschien wat opgeschakeld worden. Even nog wat over het uitvoeringsprogramma. Het verschil in de voorrang op de rotondes voor fietsers en auto's geeft gelukkig geen verhoogd ongevallenratio.
Misschien is de onduidelijkheid soms bevorderlijk voor de veiligheid. Als je niet zeker weet wie voorrang heeft, word je voorzichtiger. Echter, nader onderzoek is zeker aan te bevelen. En we zien ook graag de resultaten daarvan tegemoet. Wat de fietsenroutes betreft hebben we bij de behandeling van GVP al over de oude oever gesproken. En we begrijpen eigenlijk niet goed waarom daar een bureau op losgeladen moet worden. Fietspad is simpelweg te smal en de bochten zijn onoverzichtelijk voor tegenliggers. Dat hebben we al eerder gemeld. Kunt u die kosten voor het onderzoek niet beter inzetten voor maatregelen? Gelukkig is inmiddels wel het fietspad over het stuw Vechterweerd een stuk veiliger geworden door de verbreding. Dat is mooi snel geregeld. Over diverse wegen in de gemeente zullen we in de toekomst nog discussiëren betreffende de inrichting en de beperkingen. We zullen dat zeker intensief volgen. Voorzitter, verkeersveiligheid begint bij jezelf. Aandacht voor gedrag en houding in het verkeer is zeker een speerpunt om ongevallen te voorkomen. Dus wat dat betreft moeten we ook blijven monitoren. De meeste hardrijders in je straat wonen vaak ook in je eigen straat. Dus ook daar moeten we op letten. Deze nota geeft aan dat we aandacht voor hebben en houden. We hopen dat we samen verder zullen werken aan het streven naar een nog veiliger gemeente. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Nou, we hebben niet heel veel opmerkingen, maar het eerste wat opvalt is dat het GVVP uitgaat van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. En het is precies die volgorde die volgens mij een probleem is in deze nota over veiligheid, want veiligheid bepaalt, zou het gedrag moeten bepalen en vlot in de tweede plaats. Dus het gaat om de volgordelijkheid der dingen. Dus vlot en veilig, beter veilig en vlot. Dus veilig op de eerste plaats. Nou ja, ik hoop dat ik dat in ieder geval heb onderstreept. Verder komen we weinig over duurzaamheid tegen, maar duurzaamheid zou hier een plek kunnen krijgen. Want als je veilig gaat, ga je ook voorzichtiger en waarschijnlijk ook duurzamer in meerdere opzichten. Verder willen we aandacht vragen voor de fietsveiligheid. Die vinden wij heel belangrijk. Dat is al vaker genoemd, vanavond ook al een keer. Primaire fietsenroute naar Zwolle. Ons is opgevallen dat bij de stuw nogal laat wordt gestrooid. Om maar een opmerking te maken, dat is ook veiligheid. En verder veiligheid bij de scholen. Daar willen we ook graag blijvende aandacht voor. Want dat is regelmatig in het nieuws en dat gaat niet altijd even goed. En dan kun je het wel als veilig beschouwen, maar als het niet veilig is of niet veilig wordt ervaren, dan loop je nog steeds risico's. Nou, tot zover de opmerking. Ja, en nog over kaartje. Kaartje is natuurlijk altijd nuttig, maar kaartje moet je interpreteren en ja, daar kun je alle kanten mee op. Dus daar heb je op zich, dat is niet van wezenlijk belang. Dat kan een beetje helpen, maar het is niet kernpunt. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij hebben kennis genomen van de rapportage. Een paar opmerkingen en een vraag, want een paar dingen vallen ons toch echt op. We springen er wat uit, of de dingen die eruit springen zijn de fietsersongelukken en met name de snelheidsovertredingen binnen onze gemeente. Met betrekking tot die fietsersongelukken lijkt er geen duidelijk aanwijzbare oorzaak. Op geconstateerd gevoel van onveiligheid op enkele fietspaden wordt voor ons gevoel wel juist geanticipeerd en juist geacteerd. Met betrekking tot de snelheidsovertreding binnen onze gemeente is onze conclusie een wat andere als van de collega's aan de overkant. Want onze gemeente scoort opvallend hoog. Ja, het is zo dat onze buurman Ommen verreweg de slechtste presteert binnen de provincie en dat Dalfsen een goede tweede is. Wat ons eigenlijk op een heel andere vraag brengt, zijn onze agenten niet wat overactief? We hebben gezamenlijk apparaat. Dus is het nou echt een probleem? En dan vragen wij ons bij af, die constateringen van de snelheid, zitten dat vast op de provinciale wegen of is dat op ons eigen lokale netwerk? Dus wellicht dat daar nog wat inzicht in mogelijk is. Dan de voorgestelde verbeteringen op de vier genoemde wegen waar bekeken wordt of het zinvol is om ze van 80 naar 60 terug te brengen. Dat is wat vreemd, want de argumentatie wordt daar gebruikt dat daar misschien, er wordt genoemd dat daar fietsers gedeeltelijk op die wegen voorkomen. Nou, dat kan alleen maar dwars eroverheen zijn, want al die vier wegen hebben een vrijliggend fietspad daar langsheen. Dus dat vind ik een wat raar voorbeeld. Dan wordt er nog één puntje van specifiek gevoel van onveiligheid op een van de rotondes genoemd. Maar de voorgestelde analyse
daar van de problematiek in samenwerking met de ouders, met name gericht op de veiligheid van de schoolgaande jeugd, die levert hopelijk een adequate verbeteraanpak op. In zijn algemeenheid stemt ons dit alleen maar, deze notitie, ons verder tevreden. We zijn een veilige gemeente, blijven een veilige gemeente. Het is een kwestie van puntjes op de i zetten. En met de voorgestelde acties en de verbeterpunten kunnen wij wel instemmen. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begin ook maar even met de complimenten voor het stuk. Het is op zich helder geschreven en biedt een mooi inzicht. Dus ik ga er wel wat kanttekeningen bij plaatsen nu, maar het neemt niet weg dat ik wel tevreden ben over het stuk zoals het er ligt. Mijn eerste opmerking gaat even over wat u schrijft over de jachtluster Allee, die binnenkort een inrichting krijgt die past bij de functie van de weg. Laat ik nou denken dat we dat puntje nou gaan krijgen. Maar u neemt hier al een klein voorschotje op, begrijp ik. Dus, maar misschien bedoelt u te zeggen dat het een 60 kilometer erftoegangsweg gaat worden. Dat zou natuurlijk goed kunnen. Dan zijn we het eens. Een functie die past bij de weg. Ja, nee, dat laatste begrijp ik. Dat wordt het dus. Even over er wordt een punt aangereikt over het aantal bromfietsslachtoffers. Dat ligt procentueel hoger dan in onze buurgemeente Ommen. Nou, dat is gewoon eigenlijk een simpele vraag. Is daar een oorzaak voor aan te wijzen? Is er een oorzaak van bekend? Dan even op het punt van de provincie en wat daar aan koersdocumenten wordt opgewerkt. Dan gaat het vooral even over de relatie tussen het koersdocument fiets en het openbaar vervoer. En de fietssnelweg naar Zwolle die staat al een aantal jaren op het verlanglijstje. Ik denk van heel Dals inmiddels. Maar we moeten natuurlijk uitkijken dat het niet al te gemakkelijk nu wordt gebracht in de sleutel van dat de fiets in alle gevallen een vervanging kan zijn van het openbaar vervoer. Want dat is volgens ons niet helemaal waar. Zeker niet als je kijkt naar bijvoorbeeld verbindingen tussen bijvoorbeeld Lemelveld en Dalsen. Want die zijn in avonduren en bij gebrek aan licht toch echt niet te voorzien van. Die kun je niet als alternatief zien voor het openbaar vervoer. Verder vragen we ook uw aandacht voor de verkeersveiligheid op bijvoorbeeld de parallelwegen van N340, de ontsluiting van nieuwe woonwijken bij scholen en dan met name straks bij en rond de Spil in Nieuw-Leuzen. De oversteek van de N377 met die gescheiden fietspaden. Dat moet toch echt wel in het oog blijven. De provincie is vaak aan zet, maar uiteindelijk is de gemeente toch ook verantwoordelijk voor veiligheid. Overigens, daar reageer ik even op een opmerking van de heer Lochtenberg, kunnen die agenten mij niet gauw te actief zijn. Als dat de oorzaak is van die grote aantallen, dan zou ik zeggen compliment aan onze agenten. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, sturen en dus reageren op een notitie waarin registraties niet betrouwbaar zijn, vind ik lastig. En dat heeft ook wel mijn beeld bepaald van het geheel. Een enkel punt eruit. Vanuit de hoofddoelstelling wordt aandacht gevraagd voor de onveiligheid binnen de doelgroep fietsers, oudere fietsers en ouderen in het algemeen. Ik zou hier toch ook graag de jeugd als specifieke doelgroep genoemd willen zien. In het uitwerkingsprogramma worden scholen wel genoemd, maar jeugd is meer dan de basis, dan het basisonderwijs alleen. We zijn blij met de notitie, de aandachtspunten die erin staan en we kunnen ermee voort. Dank daarvoor. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Warmelink, VVD. Dank u, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de nota en verkeersgedrag kan altijd beter. Dus er zal continu aandacht voor moeten zijn. Wel hebben we nog een vraag over jachtlusterleden, hetzelfde als de PvdA. Maar dus de inrichting die past bij de functie van de weg. En wanneer denkt u dat dan te realiseren? Dus hier wordt gesuggereerd dat dat op een bepaald moment gereed is. Maar wanneer is dat dan? Dat is hem. Dank u wel, meneer Warmelink. Een aantal vragen, een aantal suggesties zijn gegeven. En ik wil u vragen om de vragen te beantwoorden. Ja, meneer Jutte, ik begrijp dat u geen behoefte heeft aan een onbetrouwbare ongevallenregistratie. Ik zal de schrijver op de hoogte stellen en hem verzoeken om dit even bij te stellen. Wij zijn inderdaad een goede tweede geworden als het gaat over te hard rijden in de regio.
misschien dat er jonge Max Verstappens in opleiding zijn, ik weet niet, maar ik maak het zelf ook regelmatig mee dat je in een zone van 30 kilometer rustig rijdt als wethouder verkeer en dat je dan links en soms zelfs rechts wordt ingehaald door met name zwarte golfjes. Dat baart zorgen. Daar hebben we in Nieuw-Leuzen een uitstekende oplossing voor gevonden op de Beatrixlaan. Daar hebben we een aantal drempels aangelegd en daar is de gemiddelde snelheid van ruim 70 km per uur teruggebracht naar 28. Dus het kan wel. Overigens heeft dat inmiddels de bijnaam Klein Zwitserland gekregen, maar dit geheel terzijde. Een van de verkeersdrempels wordt deze week aangepast als pilot om te kijken of dat misschien verbetering geeft. Maar dit even speciaal voor onze Nieuw-Leuzense raadsleden. Verder, u zegt een onderzoek naar voorrangssituaties op rotondes. Ik kan u nu zeggen dat we dat niet gaan doen. Er is in het verleden, en dan praat ik echt wel over 15, 16 jaar geleden, gekozen voor een bepaalde inrichting. Dat is de inrichting zoals die er nu ligt. Daar kun je het mee eens zijn, daar kun je het niet mee eens zijn. Maar het wijzigen van deze situatie, daar is wel in het verleden onderzoek naar gedaan, dat is een dermate investering dat wij dat niet verstandig vinden. En op dit moment is het zo dat, en u gaf dat zelf al aan, er is misschien een gevoel van onveiligheid waardoor je voorzichtiger wordt. Er zijn ons geen ongevallen bekend op die rotondes met fietsers. Hou me te goede. Waarom is er een bureau op Oude Oever gezet? Dat is heel simpel. Wij hebben intern niet de capaciteit op dit moment, want er spelen ook Jagluster Allee, er zijn andere wegen. We zijn druk bezig met de provincie om in het kader van de N340 zaken uit te rekenen, na te rekenen. De ambtelijke capaciteit ontbrak om dit te doen. En daarom is er een bureau voor ingehuurd. Daar zijn overigens door uw raad flexibele gelden voor beschikbaar gesteld. Hè. Wij kunnen flexibele plekken inhuren. Die zijn in het verleden in mijn beleving veel te weinig ingezet. En vandaar dat we dat nu bij Oude Oever doen. Waarom? Het is onderdeel van het coalitieakkoord en het is mijn eer te na om dat niet gerealiseerd te krijgen. De heer Nijburg, uw verordelijkheid, die kan ik prima volgen. Dat ga ik ook even met de schrijver van het stuk opnemen. Want ik ben het namelijk met u eens dat veilig belangrijker is dan vlot. Hoewel de statistieken iets anders laten zien, maar ik ben dat met u eens. Dan heeft u het over veiligheid bij scholen. Bent u niet de enige, want dat wordt meerdere keren wordt dat genoemd. Ik wijs even op het project waar we in Dalfsen al, ik geloof al 2 jaar aan deelnemen. Dat heet het KANS-project, Kinderen anders naar school. Want er zijn nog altijd heel veel ouders die menen dat ze hun kind met de auto moeten brengen en daardoor voor onveilige situaties zorgen. Juist de ouders zelf. In overleg met de scholen wordt zoveel mogelijk geprobeerd om daar sturing aan te geven. Zodat bijvoorbeeld één richtingsverkeer in straten wordt gebruikt. En die contacten zijn goed. Het strooien bij de stuw. Ik zal uw klachten doorgeven aan het waterschap. Want die is daar verantwoordelijk voor. De heer Lochtenberg, de fietsersongelukken. Wij zijn in provinciaal verband bezig om te kijken of we daar analyses op los kunnen laten. Werd ook gezegd dat het niet alleen de ouderen zijn, maar dat ook, de D66 zei dat met name, dat ook jongeren daar een rol in spelen. Ja, het zijn op dit moment vermoedens. Zijn het de e-bikes die onvoldoende onder controle zijn? Zijn het de smartphones die van de jeugd afleiden? Maar in provinciaal regionaal verband wordt daar verder onderzoek aan gedaan. Wij zijn als gemeente Dalfsen inmiddels kartrekker geworden voor het project Fiets van de provincie. Waarbij we gaan proberen om een goede fietsverbinding tussen Dalfsen, Zwolle, dusdanig gestalte te geven dat de zo gewenste fietssnelweg er nu ook eindelijk zal gaan komen.
Er zijn overigens in provinciaal verband een aantal van dit soort wegen aangegeven. Die zijn gesignaleerd, maar dat, te zijner tijd zult u daarover geïnformeerd worden. Snelheidsovertredingen, waar vindt dit plaats? Provinciaal, lokaal? Goede vraag. Dat moet ik nagaan, dat weet ik niet. Dus ik zal kijken of we daar informatie over beschikbaar hebben. De opmerking van 80 naar 60 op wegen waar vrijliggende fietspaden liggen, die zal ik even controleren, zal ik even nagaan. Dank u voor uw opmerking. De Partij van de Arbeid, ja zeker, de jachtlusterallee komt nog in de Raad. VVD, de bedoeling is dat dat in juni dit jaar gaat gebeuren. En dat wij vervolgens in het najaar de uitvoering ter hand gaan nemen. We hebben inmiddels hele mooie adviezen ontvangen, moet ik zeggen, van Landschap Overijssel. Waarbij met name, op mijn verzoek, de biodiversiteit beter tot z'n recht komt. In plaats van één lange rij Formule 1 baan voor de eikenprocessierups. Want daar hebben we er wel heel veel van in onze gemeente. En we hebben heel weinig biodiversiteit. Dus er wordt gekeken van, samen met Landschap Overijssel, hoe kunnen we dat nou realiseren? En of het dan 60 of 80 wordt, meneer Wildvank, ja, daar mag u lekker zelf over beslissen in deze raad. Oorzaak bromfietsslachtoffers kan ik u niet vertellen. Ik kan er wel naar gaan gissen dat wij meer jongeren hebben van het platteland die graag op een bromfiets rijden, maar dat is giswerk, dat weet ik niet. Het koersdocument fiets, ik heb net aangegeven dat wij daar als gemeente Dalfs inmiddels een belangrijke rol in spelen. En u vraagt aandacht, permanente aandacht voor verkeersveiligheid in het algemeen, parallelwegen, N377, de spil. Ja, die. Nou, dat kan ik u zeggen dat we dat hebben. We zijn met de provincie wat dat betreft ook goed in gesprek. Die zijn, als ik het vergelijk met het begin van mijn aantreden, is er ook bij de provincie een gevoel van urgentie, van noodzaak om hier op in te zetten. D66, registratie niet betrouwbaar, lastig sturen, ben ik met u eens. Staat gelukkig tegenover dat er inmiddels besloten is om het wel weer goed te gaan doen. Dus naarmate we verder komen, wordt het betrouwbaarder en is het als sturingsmechanisme beter te gebruiken. Volgens mij, voorzitter, heb ik zo alles gehad. Een paar suggesties gaan we zeker even meenemen ter verbetering. Ik zie de heer Jutte nog even de lamp aan. Dat ben ik vergeten. Nou, u bent niet wat vergeten, maar ik vroeg om die onderzoeken en de resultaten daarvan. En, maar dat bedoelde ik ook op zaken bij de rotondes. Ik weet dat het niet gewijzigd kan worden, maar wel om te onderzoeken of te monitoren. Als straks Oosterdals een volgebouwd is en alles deze kant op kan fietsen. Om eventueel andere maatregelen mogelijk te maken. Ja, ik heb daar nog een toezegging liggen aan, als ik het goed heb, de heer Nijburg. Om in gesprek te gaan met de ouders en de scholen. Omdat de, met name de schooljeugd over die rondweg naar de scholen toe moet. Die zit in mijn achterhoofd. Ik zit even met het probleem dat mevrouw Bloemhof, onze medewerkster, helaas vertrokken is. Die heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Zwolle. Maar ik ben hem niet vergeten. De toezegging aan de raad ligt vast in de lijst van toezeggingen. Waarvan akte. Ja, ook goed. Zeker, niks mis mee. Dan heb ik nog twee toezeggingen gehoord. En die zijn met name door meneer Lochtenberg gevraagd. Overtredens op provinciale of lokale wegen. Zou u nog op terugkomen. En de opmerking over de vrijliggende fietspaden naast de 80 en 60 kilometer wegen. Ja, wordt geknikt. En daarmee concludeer ik dat u kennis heeft genomen van, voldoende kennis heeft kunnen nemen van de notitie verkeersveiligheid voor elkaar. En de verkeersveiligheidsmonitor, voor zover die straks nog op de site komt, zult u ons ook informeren wanneer die beschikbaar is. Daarmee heb ik agenda punt 7. Vraag ik aan u voldoende behandeld? Ja. Wil ik overgaan naar punt 8 van de agenda en dat zijn de besluitenlijsten van 6 maart 2017 en 13 maart 2017. Wie heeft daar inhoudelijk naar aanleiding van? Dan is hiermee de besluitenlijst vastgesteld.
van 6 maart 2017 en 13 maart 2017. Dank u wel. Punt 9, de sluiting. Ik stel vast, 22:06 sluit ik de vergadering met dank voor uw inbreng en voor de zit op de tribune. En we hopen elkaar binnenkort weer te zien. Fijne avond voor zover die nog rest.